snel mogelijk naar de auto's. Goedenavond kijkers en welkom hier in Sint-Niklaas voor Belgian Bowl 28. Maar die Belgian Bowl is slechts het hoogtepunt van een hele All-American Sports Day die hier georganiseerd werd. Heel wat mensen kwamen erop af en niet alleen voor die Belgian Bowl, niet alleen voor het American Football. Maar er was ook Ultimate Frisbee, er was lacrosse en er was ook baseball. En de Waasse Baseball Academy die organiseerde zelfs een heel toernooi. En hoe zag het, er waren nog initiaties, zowel voor dat baseball, georganiseerd door die Waasse Baseball Academy, maar ook voor het Ultimate Frisbee, zoals u hier ziet. En frisbee eigenlijk een afgeleide van het American Football, ook met terrein winnen, maar dan niet met een bal, maar wel met een frisbee en zo het veld afgaan. En dan krijgen we hier nog beeldjes van dat baseballtoernooi dat door de Waasse Baseball Academy georganiseerd werd. Er kwamen ploegen uit heel het land op af. En ik heb mij laten vertellen dat er ondertussen ook al gekeken wordt om dat volgend jaar zeker opnieuw te organiseren. Want volgend jaar is ook Belgian Bowl 29 te gast hier in Sint-Niklaas. Dus hou alvast uw agenda klaar van zodra de datum bekend is. En kom dan zeker meegenieten van de All-American Sports Day. Editie 2 zal dat zijn. Naast mij zit Frans. Dag Frans, goedenavond. Goedenavond. We zijn hier voor Belgian Bowl 28. Waals kampioen, Vlaams kampioen, Brussels Tigers, Brussels Black Angels. Twee aan elkaar gewaagde teams, veronderstel ik. Zeker, de Black Angels die hebben een stevige defense die dit jaar enkele sterke offenses zoals de Pirates en de Gamm Gators heeft kunnen tegenhouden. En dan aan de andere kant, de Tigers die hebben eigenlijk weinig tegenstand gekend op offense. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe een aanvallend en verdedigend team elkaar in evenwicht kunnen houden vandaag. Wel, ik denk dat we over een kleine 2,5 uur weten we het antwoord daarop wellicht. Dus dan zien we ook wie Belgisch kampioen wordt, wie de Gent Gators zal opvolgen. De Gent Gators die vorig seizoen toch wel enigszins verrassend de Belgische titel binnenhaalden. En dat na een 38-0 zege tegen dezelfde Brussels Tigers, die ook vanavond weer in de finale staan. Voor de Tigers is het het vierde seizoen op rij dat ze die finale spelen. Vorig jaar verloren ze dus, maar de twee jaar daarvoor waren ze sterker dan de Brussels Bulls. Toen werd het 9-0. En het jaar daarvoor waren ze sterker dan de Antwerp Diamonds. Toen werd het 46-6. En zou het kunnen zijn, Frans, dat ze vorig seizoen die Gent Gators toch een beetje te licht opgenomen hebben en vandaar die zware pandoering gekregen hebben? Ja, dat denk ik wel. En we zien het natuurlijk. De Tigers die krijgen weinig tegenstand aan de Waalse kant van het American Football gebeuren. En als ze dan in de playoffs komen, dan komen ze tegen de iets sterkere teams uit de Vlaamse kant. En dan gaat het soms eens verkeerd. Ja. Ondertussen zien we ook de cheerleaders van de Tigers aan het werk. Zij zullen tussen de quarters ook het publiek animeren. En dat geeft mij de kans om u te vertellen dat dit dus de 28e Belgian Bowl is. De 20e die effectief gespeeld wordt, want de eerste 8 seizoenen werd er gewoon een kampioenschap gehouden, waarin de Brussels Raiders zich telkens bijna de sterkste toonden. Voor het 3e seizoen op rij krijgen we dus een confrontatie tussen de Vlaamse en de Waalse kampioen. De Brussels Black Angels die bleven ongeslagen in het reguliere seizoen, waarna ze in de halve finale niet onder de markt hadden tegen de Oostende Pirates, zoals Frans daar net al zei. Het werd toen 14-6, maar toch wel een vertekend resultaat. Want die beslissende fase, of de beslissende score, die kwam er pas 2 minuten voor het einde. Toen het 14-6 werd met een touchdown run van Brian de Kaluwe. Nu, de Brussels Tigers, ook zij bleven ongeslagen dit seizoen. En zij hadden het niet zo onder de markt tegen de Waterloo Warriors. In hun halve finale wonnen zij 56-14. En daaruit blijkt dat ze wel hun lesje van vorig seizoen geleerd hadden. Want vorig seizoen dus die verrassende nederlaag tegen de Gators. De Waterloo Warriors die van de Gators gewonnen hadden in de kwartfinale. 24-22 werd het toen in Gent. Wel, die hadden geen kans tegen de Tigers. De Tigers die zo voor de 4e keer op rij hier een Belgian Bowl zullen kunnen spelen. Nog even zeggen, leuk detail. Beide teams komen voor het eerst tegen elkaar uit in de finale. Maar de afgelopen 2 seizoenen hebben zij ook de halve finales tegen elkaar gespeeld. En daarin werd 2 jaar geleden door de Tigers gewonnen met 37-7. En vorig seizoen met 7-3. Dus het lijkt mij dat die beide teams toch wel wat dichter naar elkaar toegegroeid zijn. Ondertussen zien we ook onze officials klaarstaan. En zij komen nu het veld op. En BAFOC heeft wel zijn beste officials naar deze Belgian Bowl gestuurd. Ook wat hulp ingeroepen. Onze referee dat is Jan Bogaars, dat is de man met de witte pet. Hij zal alle beslissingen van de officials meedelen. 9 jaar ervaring heeft hij, meer dan 130 wedstrijden. 9e Belgian Bowl is dit en het is een 2e als referee. Hier krijgt u ook de andere namen van onze officials. Alain Missotten, onze head, onze umpire. Sinds 2002 heeft hij 320 wedstrijden eigenlijk al op zijn
resume staan, terwijl we hier nog eens Jan Bogaerts in beeld krijgen. Voor Alain Michaud is het zijn zesde Belgian Bowl, is ook twee keer in Atlantic Cup aan de slag geweest. Headlinesman Don Wilkinson is een Amerikaan, 10 jaar ervaring in Maryland, Californië en Illinois en in Duitsland. Voor hem is het de eerste Belgian Bowl. En Rick Storme, onze line judge, meer dan 450 wedstrijden sinds 1998. Het is zijn 14e Belgian Bowl. Backjudge Yuri Boucher, 8 jaar ervaring, zijn 4e Belgian Bowl ook. Field judge Keith Wickham, 52, uit het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 800 wedstrijden, met onder andere 2 Euro Bowls en 1 AFA Cup Final. En dan hebben we ook nog Israel Melendez, 27 jaar ervaring. High school in Californië, Europa en verder in de UK. En dit is zijn 3e Belgian Bowl, is voor zijn 4e seizoen actief in België. Dus dat waren de officials. Zij zullen dus alles in goede banen leiden. En het wordt hoogste tijd om de Waals kampioen, de Brussels Tigers, een intrede te laten doen. Wojtek is de man die met de vlag mag zwaaien voor de Tigers. Voor de Tigers is het de 7e Belgian Bowl in hun geschiedenis. Ze verloren Belgian Bowl 14 van de Isegem Redskins. Ze wonnen 15 van de Antwerpen Diamonds met 24-14. En dan verloren ze in 2010 Belgian Bowl 22 van de West-Vlaanderen Tribes. Met al een deel van de huidige kern. En daarna wonnen ze dus 25 en 26. En vorig jaar verloren ze dus van de Gators. En dan nu maken we ons klaar voor de Vlaams kampioen. Dat zijn de Brussel Black Angels. Black Angel die je in beeld krijgt is eigenlijk een gevallen engel. Quentin Mees uitgesloten in de halve finale. En met pijn in het hart zal hij moeten toekijken van aan de zijlijn, want hij mag niet meespelen vandaag. Dat zijn nu eenmaal de reglementen. NCAA rules zijn dat. De Black Angels, eigenlijk is het de 9e Belgian Bowl, maar slechts 8 hebben ze gespeeld. Nee, 7 hebben ze gespeeld. 1 keer moesten ze het spelen, kregen ze meteen de titel. Omdat hun tegenstander, de Tournai Cardinals, gedisqualificeerd werden. Maar de andere wedstrijden die ze gespeeld hebben, die hebben ze allemaal verloren. Waarvan 3 op rij tegen de Cardinals, 3 op rij ook tegen de West-Vlaanderen Tribes. Hun laatste Belgian Bowl, die was in 2011, dat was Belgian Bowl 24. Die verloren ze toen met 20-14 van de Tribes. Op die manier zijn beide teams het stadion binnengekomen. En Frans, als je zo die Black Angels ziet binnenkomen, jij stond aan de zijlijn bij de Ostend Pirates in die halve finale. Maakt dat indruk als zij zo 2-2 het veld opkomen, samen in het gelid, in dezelfde mars? Er zitten heel wat stevige kerels tussen ook, dus dat maakt echt wel indruk. En vooral als je ziet met hoeveel ze zijn. Ja. Ja. Een van de grootste ploegen in België ook. Er zitten ook nog heel wat juniors spelers tussen, denk ik. Spelers die net komen kijken. Good evening. Please rise for the American flag and the Belgian flag. Thank you. Oh, say can you see by the dawn's early light.
what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, who brought stripes and stars to the perilous fight, o'er the ramparts we watched, where so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bomb bursting there, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say that star-spangled banner yet waves o'er the land of the free and the home of the brave. Het heet niet voor niets American Football. Dus vandaar dat we ook het Amerikaanse volkslied krijgen, maar nu ons eigen volkslied. O heilig land der vaderen, onze ziel en ons hart zijn u gewijd. Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aderen, wees ons doel in arbeid en in strijd. Bloei, o land, in Eendracht niet te breken, wees immer uzelf en ongeknecht. Het woord getrouw dat onbevreesd mocht spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Het woord getrouw dat onbevreesd mocht spreken, voor vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor een vorst, voor vrijheid en voor recht. Voor een vorst, voor vrijheid en voor recht. Goed gevulde tribunes voor deze BASC-online.be Belgian Bowl 28. En twee zeer gemotiveerde teams, zoveel is ook duidelijk, de manier waarop ze het veld betraden. En dat laat het beste vermoeden voor deze wedstrijd, Frans. Ja, je ziet natuurlijk, je hebt het net vermeld, Black Angels 7 keer die finale verloren. Ja, dit team denkt echt wel van nu moet het gebeuren dit jaar. We hebben een stevige Gentkijkers verslaan. We hebben de Austin Pirates in de halve finale kunnen verslaan. En nu moeten we het eindelijk eens afmaken tegen die Brussels Tigers. Ja. Nu, ze zijn zeker gemotiveerd wat dat betreft. Nog even zeggen, recordhouder qua aantal Belgian Bowls, dat zijn de Isegem / West-Vlaanderen Redskins Stripes. Hebben er 9 gespeeld, ze hebben er 8 van gewonnen. Dus het zal wellicht nog een tijdje duren voordat het record verbeterd wordt, denk ik. Ja, dat is dan het omgekeerde verhaal natuurlijk. Dat was een team die echt wel het ene kampioenschap na het andere aan elkaar reigde. En ik denk dat de Brussels Black Angels echt wel willen tonen dat de Vlaamse kant van het American Football, dat zij het betere team zijn. En daar zullen ze wel echt wel een vuist moeten maken vandaag. We maken ons zo meteen klaar voor de coin toss. We zien ref Jan Bogaerts, die eigenlijk ook een thuiswedstrijd speelt. Hij is afkomstig uit Sint-Niklaas. En de man die naast hem staat, dat is de schepen van sport van Sint-Niklaas, Peter Buys-Rogge. En hij zal zo meteen de tos uitvoeren, maar we wachten wel nog op de captains van beide teams. Die moeten er natuurlijk bij staan, want iemand van die captains zal moeten zeggen of ze kop of munt willen. En dan zal het van Peter Buys-Rogge afhangen wie de tos wint. Israel Melendez maakt zich klaar om met de captains van de Tigers het veld op te komen. En hier zien we de captain staan van de Black Angels. Captains van de Black Angels met het nummer 8. Moet ik nu beginnen met de Tigers? Dan begin ik met de Tigers met het nummer 8. Quarterback Marshall Kontos. 16 is Rayan Abdelawi. 53 Saidi Kikunda en 92 Issa Salehe. Dat zijn de captains van de Tigers. En hier krijgt u de captains van de Black Angels. Met het nummer 8 is dat quarterback Kevin Noel.
Met de nummer 19, safety, Adrien Godichal. Adrien Godichal, excuseer. 88, dat is Brice Bourron. En nummer 74, dat is Bart Meijs. En nu is het dus wachten op die cointos door schepen van sport Peter Buysrogge. En wij geven zo meteen het woord aan Jan Bogaerts, onze referee. Hij zal ons door deze cointos leiden. Guys, congratulations on reaching the Belgian Bowl 28. We wish you all the best. Let's get ahead with the cointos. Let me show you the coin. It's a special one. Blue is heads, this is tails. Show you number 8. This is heads, this is tails. You are the visiting team. You get to call it in the air, or do you want to call it now? You call heads. Okay, go ahead. Heads it is. What do you want to do? You want to receive? Where do you want to kick? That way? This side now? Okay, put your backs there. Put your backs here. Brussels Tigers have won the coin toss, have elected to receive. Okay. En op die manier heeft u gezien dat Peter Buysrogge zich bijzonder goed van zijn taak gekweten heeft. De coin toss werd gewonnen door de Tigers. Marcel Kontos had het bij het rechte eind en hij gaf er de voorkeur aan om als eerste de bal te krijgen. Want eigenlijk had hij ook kunnen zeggen van we defer. En dan hadden zij zelf de kick-off verzorgd en waren de Black Angels als eerste aan de wedstrijd begonnen in de aanval. Wat we nu natuurlijk hebben is sterkte tegen sterkte. Aanval Tigers tegen verdediging Black Angels. Onmiddellijk de twee sterkste delen van de teams. En dat is misschien ook de reden waarom die Kontos de bal gevraagd heeft. Kan hij meteen met zijn offense het veld opkomen? En die offense die ziet hij hier met als running back Yassine Hartman, wide receiver Mohamed Amou, tight end Laurent van Rijsbergen. Dan hebben we Gilles de Savre, een van de receivers. Line left guard Dorian Germet, left tackle Quinten Us, center is Oussama Karmoun, right guard Mohamed Ngom en right tackle is Amos Laoué. Een ploeg ook met heel wat internationale ervaring. Bijvoorbeeld die Mohamed Amou, die speelt voor het nationale team van Marokko. Is daar uitgeroepen tot MVP van de Afrika Cup die ze daar gespeeld hebben. Ondertussen krijgen we ook de defense van de Black Angels. Met Reda Franken en Bart Meijs op de defensive end. Isiga Sanogo die start op defensive tackle. Maar daar zal Rachidi Banza de taak overnemen van Tristan de la Fuente. Rafael van Kapel en Dennis Tete, dat zijn de outside linebackers. Benjamin Dosumnu, dat is de inside linebacker. Igor Dongo die gaat langs de kant. Want er komt de tweede safety bij. Na Adrien Godichal wordt dat ook Maxime Simon. En de cornerback dat zijn Guillaume Serfontein en Kevin van de Wille. Dat is de starting defense van de Brussels Black Angels. Dus zij zullen zo meteen als eerste het veld opkomen om te proberen die offense van de Tigers te stoppen. Maar voor dat gebeurt krijgen we natuurlijk eerst nog de kick-off. En het is Adrien Godichal, man die ook de free safety zal zijn straks in de verdediging voor de Black Angels, die zich van deze taak zal kwijten. De bal wordt opgevangen door de returner. En die wordt dan al meteen getackled op zijn eigen 23-yard-lijn. De tackle die kwam er van Dennis Tete. En de returner, dat was Feli Manoko Bokka. Waarvan we ook veel mogen verwachten op defense straks. Maar nu was hij de returner. We spelen volgens de reglementen van de NCAA. Dat wil zeggen dat er toch een paar andere regels zijn dan bij de NFL, waar de meeste kijkers van Sporting Telenet aan gewoon zijn. Ja, de belangrijkste is natuurlijk dat je als wide receiver, dat er maar één voetje binnen de lijnen moet zijn en geen twee. Ja. En dat is iets gemakkelijker dus. En mochten er andere zaken zijn die anders zijn, dan houden jullie zeker op de hoogte tijdens de wedstrijd. Eerste poging en 10 en meteen de handoff. En meteen ook de tackle door die heel goede defensive line van de Black Angels. Ik denk dat het Bart Meijs was die de stop maakte. Ja, als je start op je eigen 20-yard-lijn, dat is niet de bedoeling dat je natuurlijk onmiddellijk die bal diep gaat beginnen gooien. Toch eerst even testen hoe het midden zit. En kijk, maar een paar yards gewonnen. Een tweetal jaar terreinwinst, dus krijgen we een tweede poging en 8 op deze manier.
En opnieuw de handoff nu langs de andere kant voor Hartman. En die gaat al meteen tegen de grond. Tete, de man die ook de tackle maakte bij de kick-off return, zorgt voor de stop. Yassine Hartman, Fransman, komt van de Besançon Bisons. Probeert nog de stiff arm, maar Tete heeft meteen de benen vast. En dan toch, ja, ze zullen toch moeten opletten, want nu komen ze in beeld. Dus die kleine trucjes die zie je, de knie van Banza tegen het hoofd van Hartman als hij recht staat. Dan Hartman die een trapje geeft aan Tete als die voorbij komt. Camera's die verbergen iets. En meteen de pass, een goede pass van Kontos. En dan de stop. En dit was naar Ben Abdelhaoui, denk ik. Een van de drie Abdelhaouis in de wedstrijd. Maar nee, ik heb het verkeerd gezien. Het is Gilles de Saver, nummer 29. Ja, en normaal gezien bij een third down, dan wil hij eigenlijk de bal net voorbij de first down marker gooien. Zie hier ook eventjes ervoor. En dan kan hij nog die extra yards halen om die first down te maken. Het is inderdaad Gilles de Saver, zien we in de herhaling. Die zorgt voor de nieuwe eerste poging voor de Tigers. De Tigers die ondertussen in de buurt van een eigen 40-yard-lijn aangekomen zijn. Nieuwe eerste poging en 10. Uit de shotgun-formatie. En de Saver kan die catch maken en vindt meteen ruimte aan de zijlijn. Wordt dan buiten de lijnen geduwd, net voor de halfweglijn, die 50-yard-lijn. Maar heel mooie play hier van de Tigers. Ja, bal misschien iets te hoog gegooid, maar wat je nu wel hebt gezien is inside run of tackle run. Kleine pass over het midden. Nu de bal naar de zijkant, naar de running back. Dus ze gebruiken eigenlijk echt wel iedereen. En tot nu toe nog niet, eigenlijk de receivers nog niet aangesproken. Hè? Nee, inderdaad. Banza verlaat intussen het veld en wordt vervangen door Mwamba bij de Black Angels. We krijgen een tweede poging en een goede 4 yards die moet overbrugd worden. En meteen de tackle in de backfield. Mwamba komt net het veld op en gaat er als een mes door de boter. En weet Thomas Allison, of Alisson, te tackelen in de backfield. Meteen terreinverlies voor de Tigers. Ja, de reactie was er onmiddellijk. Ik zie toch een van de offensive linemen die eigenlijk niemand blokte. En dan heb je natuurlijk problemen. Nu, de Angels die komen altijd maar dichter bij de box. Dat betekent dus 7 of 8 mensen die dicht bij de offensive line komen. En toch moeten ze nu oppassen dat er niet plotseling een play-action is en een diepe bal. Toch altijd dat ook in de gaten houden. Kontos is opnieuw in de shotgun-formatie. Krijgt op die manier wat extra tijd. De pump fake zet het dan zelf op een lopen. En haalt een nieuwe eerste poging. 19 jaar is hij, Marshall Kontos. Is dus wel een Amerikaan. Komt van ISB, International School of Brussels Raiders. Is gaan testen bij Michigan State, bij de Spartans. Maar ging daar pas 4e of 5e stringer zijn. En op die manier is hij teruggekomen naar België om hier dan toch te kunnen spelen. En hij doet het goed hoor, want eigenlijk kon hij de bal gooien. Want iedereen was gecoverd. Dus in plaats van in het begin van de wedstrijd een foutje te maken, zegt hij, kijk, niemand is open. Ik zet het zelf op lopen. En dan haalt hij dan nog ook de first down. Net op de middenlijn. Eerste poging en 10 voor de Tigers. Handoff van Hartman. En die wordt dan meteen in de backfield gestopt. Handoff kwam misschien ook een beetje hoog, waardoor hij zich even moest inhouden. En meteen waren daar die Black Angels om de stop te maken. Ja, en ik denk, run over het midden. Ik denk dat je uit een ander vaatje zal moeten tappen, want dit zit nu duidelijk dicht. Maar natuurlijk, als je als defense je moet concentreren op die run te stoppen in het midden, dan creëer je meer openingen ergens anders. Dus ja, ze blijven, de Brussels Tigers, blijven heel kalm het veld overgaan en ze zoeken werkelijk openingen. Het was Ben Dosunmu die de tackle maakte, die als eerste bij Hartman was. En die dus voor de 2 jaar terreinverlies zorgde. We krijgen een tweede poging en 12 nu voor de Tigers. En daar komt de druk van Reda Franken. Kontos kan ontwijken, pas dan. En net op het ogenblik dat hij die pass werpt, wordt hij daar geraakt door Tete. Helemaal niets aan de hand, was perfecte play. Tete was er net op tijd, maar dus de incomplete. En de derde poging en 12. Ja, de Tigers, het ontwikkelt iets te moeilijk in de backfield. Dan duurt het iets te lang. En dan is er natuurlijk een van de verdedigers die open staat. En die de quarterback eigenlijk kan moeilijk maken. Ja. Eerst Franken, die hem bijna weet te tackle.
En dan de pass en het contact met TT. En de Tigers weten dat er iets aan de hand is, dat er iets moet bijgestuurd worden. En die nemen hun eerste time-out. Net zoals in de NFL heeft elk team 3 time-outs in een helft, dus hebben we er nog 2 over. Misschien nog even over die Marshall Kontos. Hij was eigenlijk wide receiver en backup quarterback bij de International School of Brussels Raiders. Terwijl we hier nog eens die actie zien. Franke die eerst komt. Nou wordt hij achterna gezeten door De La Fuente. En dan is het TT ietsje sneller. En geen sack. Ook dat is goed gezien van Kontos. Die bal weggooien natuurlijk. En er stond een receiver, dus geen intentional grounding. Maar de starting quarterback blesseerde zich, moest het veld op. Gooide zijn eerste touchdown pass naar Christian Gingerella in zijn eerste wedstrijd. Ging daar 11 voor 14 voor 156 yards. 3 touchdowns en 1 onderschepping. En in zijn 4 jaar als starter bij de Raiders hebben ze telkens de halve finale gehaald. Nu opnieuw de run met hetzelfde resultaat. Alisson probeert over het midden, maar wordt daar direct getackled. Ja, dan zien we natuurlijk wat we voor de wedstrijd al hebben gezegd. De Brussels Tigers die zijn gewoon om een beetje over de verdedigingen te lopen in het Waalse gedeelte. En dan zie je hier dat ze het heel moeilijk hebben tegen de Brussels Black Angels. Third and long, normaal gezien geen run door het midden. Maar dit betekent dus werkelijk dat de Tigers het veldpositiespel spelen en nu die punt willen doen. En zeggen tegen de Black Angels, kijk, proberen jullie maar met jullie offense om een opening te creëren. Alexandre Nikolaev maakte de stop daarnet op Alisson. En hier krijgen we de punt. En die wordt getrapt door Xavier van Kouter. En die punt sterft een stille dood op de 21-yardlijn van de Black Angels. En zo zullen we voor de eerste keer in deze wedstrijd de offense van de Black Angels het veld zien opkomen. De quarterback die zag u al bij de TOS. Dat is Kevin Noël. De center, dat is Jimmy Dupont. Offensive guard, Reda Franken. Offensive tackle. Soliman Stasens, wide receiver Gaëtan Lebec, tight end Brice Bourron, fullback Rudy Mwamba en tailback dat is Brian de Kaluwe. En we hebben ook nog Benjamin Dosondo natuurlijk als offensive guard en Tristan De La Fuente, want je hebt er 2 nodig. En de andere wide receiver, dat is die we zeker in de gaten moeten houden, dat is Thomas Bourron, nummer 10. De man die eigenlijk voor de beslissende score zorgde, zullen we maar zeggen, in de halve finale. Ondertussen hebben we de eerste play gehad. En het is Lebec die de pass gevangen heeft. Ondertussen zag je ook de starting defense van de Tigers. En het was inderdaad deze nummer 85. Gaëtan Lebec met de eerste catch in de wedstrijd. Gelukkig zijn er herhalingen dat u deze opnieuw te zien krijgt. Een goede pass van Noël. Ja, met een man die volledig open staat. Dus de Tigers die kiezen ervoor om wat dieper te verdedigen. En ja, dan kun je natuurlijk zo gemakkelijk 5-6 yards halen. Het was Saidi Kikunda die de tackle wist te maken uiteindelijk op Lebec. Na een goede 6 yard terreinwinst. We hebben een tweede poging en 4. De pitch naar Mwamba. Ja, en die heeft zijn meerdere gevonden. Mwamba die moeilijk gestopt wordt in de Vlaamse competitie. Omdat hij net zo zwaar is. Die komt hier onzacht in contact met Saidi Kikunda. En Kikunda was duidelijk de winnaar, want Mwamba die ging terug achteruit. Ja, maar wat je wel ziet, voor mij is de running back hier echt wel de key voor de Angels. Want hij is dus iemand die moeilijk te stoppen is. En je hebt gelijk, het was hier hard tegen hard. Maar er was wel geen wrap-up van de tackler. Het was gewoon eventjes contact. Hij zal ook moeten proberen die running back de wrap-up te maken. Want anders als hij zich draait, dan is hij vertrokken. Nou wel in de shotgun-formatie en daar hebben we de eerste flags on the play. Een false start penalty wellicht tegen de offensive line van de Black Angels zal dat dan moeten zijn. Maar toch even overleg van onze BAFOC crew. Daar hebben we Alain Missotte in beeld. Volgens mij was het nummer 45. False start on the offense. 5-yard penalty, still third down. En dus 5 yards in de achteruit. Maar het blijft natuurlijk wel derde poging. Maar nu een derde poging. En een goede 7 yards die moeten overbrugd worden. Maar wel opnieuw in de shotgun formatie. Daar komt de druk.
En dat was net op tijd, die hit. Want komt die verdediger 2 seconden later, S3 Dogbe, of zelfs 1 seconde later, dan krijgt hij een hitting the quarterback, een roughing the passer penalty. En ik kan je nu al zeggen, het grote probleem voor quarterback Noel is, en we zagen het ook in de halve finale, als hij de snap neemt, dan past hij ook naar de receiver waar hij naar kijkt. Dus geen look-off, het is echt wel een stare-down. En daar zouden de Tigers toch echt gebruik kunnen maken om een onderschepping te nemen. En zo krijgen we 4e poging en 7 en Godichal met de punt. En die botst op de 42-yardlijn. En dan gaat hij buiten de lijnen of net niet. In de buurt van de 28-yardlijn van de Tigers die aan hun tweede aanval zullen kunnen beginnen. We zouden kunnen zeggen, de verkenningsrondes die hebben we nu gehad. Beide offenses zijn op het veld geweest. Beide offenses hebben die verdediging kunnen aftasten. En beide verdedigingen hebben natuurlijk ook kunnen kijken wat er precies in dat toverpotje zit van de offenses. Wie is volgens jou het beste uit die eerste ronde gekomen? Duidelijk, de Tigers zijn het beste uit de eerste ronde gekomen. Wat me wel verwondert is dat de Angels gewoon niet 3 keer de bal geven aan Rudy Mwamba door het midden. Om echt wel te kijken van, zijn die Tigers sterk genoeg om als defensive lineman te stoppen. En dan onmiddellijk die passes, ik zou daar eventjes mee gewacht hebben. In de halve finale was het eigenlijk ook de verdediging die de Black Angels gedragen heeft. Ondertussen komt ons opnieuw met de pass naar Hartman en de catch. En dan Tete met de stop. Linebacker open wide receiver. Ja, het is een running back die uit de backfield komt. Maar er was duidelijk veel ruimte voor Hartman. En meteen die diepe pass van Kontos, waar de Black Angels misschien wel problemen mee zullen hebben. Ja, en wat probeer je als defense te doen? Of je plaatst druk op de quarterback. Of je zorgt ervoor dat je genoeg mensen hebt om de wide receivers bij te houden. En hier hadden beide niet in feite. Geen druk op de quarterback en een open receiver. En dan weet je het wel, dan wordt het moeilijk. Dan betaal je het cash natuurlijk. Ja. En trouwens, de techniek van Kontos. Mooi, hè? Heb je die spiraal gezien van die bal? Juist, kijk, zijn man was wel open. Ja, natuurlijk. Maar goed, ondertussen opnieuw de paas. En het is opnieuw het nummer 29, Gilles de Saver. Met zijn derde catch in de wedstrijd. Ja, je ziet duidelijk dat de Angels hebben het moeilijk om iedereen in de gaten te houden. Er is altijd wel iemand open. Hier zien we een kleine bubblescreen. Dus de andere receivers zorgen voor de blocking. En de running back of de receiver vangt de bal. En natuurlijk, ja, je begint te voelen dat de Angels eigenlijk hier aan het helpen zijn en daar aan het helpen zijn. Maar dat ze uiteindelijk dan altijd een stapje te laat komen. Er moeten veel brandjes geblust worden en er zijn te weinig brandweermannen, zoiets. Juist, dat is goed uitgedrukt. Okay. Opnieuw uit de shotgun, niemand in de backfield en nu te laat. En is het een fumble of niet? Het is een incomplete, wordt aangegeven door onze referee. Maar daar hadden we Mwamba, de man die daar net al de eerste stop maakte op de Tigers in de backfield toen hij Banza verving. Nu zat hij Kontos op de huid en die kon iets anders dan de bal weggooien. Geen sack, maar wel een incomplete en een 3e poging. Ja, je ziet hier dat Mwamba onmiddellijk uit zijn blok komt en zo de quarterback onder druk kan zetten. Nu al Mwamba gebruiken op defense. Natuurlijk, het is een uitstekende speler. Maar ik zou hem volledig sparen voor offense. Zolang de score 0-0 is en hem dan pas later Ironman voetbal laten spelen. Want ik kan je verzekeren, in dit weer, na een tijdje beginnen te wegen. En zeker voor een stevige kerel zoals Mwamba. Flag on the play intussen. U ziet het gele vlagje daar liggen. En opnieuw overleg van onze officials. En referee Jan Bogaerts die ons zal vertellen wat hij precies geconstateerd heeft. Five-yard penalty, still third down. Te veel mensen in de backfield, heb ik dat goed begrepen. Maar in elk geval, het is een 5-yard penalty tegen de Tigers. Het blijft dus wel 3e poging, maar het wordt een 3e poging en 12. Ja, en penalties in zo'n finale, dat heeft ook meestal te maken met discipline in een team. Dus hoe meer het team samen heeft getraind. Timeout call by the Tigers. That is our second timeout. 3 minutes left in the first quarter. Nog 3 minuten te spelen in het eerste kwart. En de Tigers die al hun tweede timeout nemen. Wil dat dan zeggen effectief dat ze wat met de zenuwen zitten? Want ook die flag, slechte opstelling.
Ja, maar we moeten natuurlijk ook toegeven dat in België, we hebben nu heel wat teams. Ik denk dat er meer dan 20 zijn, als ik me niet vergis. Ik denk 16, maar met de jeugdteams erbij zitten we toch al... Maar ja, die mensen trainen natuurlijk geen 4 keer per week, zoals in high school of sommige college teams. En dan zijn er natuurlijk bepaalde zaken die geen automatisme zijn. En dan heb je eens een penalty. Of moet je eens een extra time-out nemen om te overleggen. Ja. Nu, ze hebben de ervaring. Vierde Belgian Bowl op rij. Dus coaches De Koning en De Co, die zullen wel weten waar ze mee bezig zijn. Nu een derde poging en 12. En opnieuw een run. Maar die gaat nergens heen. Karim Abdellaoui, de running back. En die haalt misschien 1 yard. Het komt misschien amper tot op de line of scrimmage. Ja, je ziet duidelijk wat de tactiek eigenlijk zou moeten zijn van de Tigers. Gebruik die running back wel nog, maar gebruik hem als een afleiding. Doe een play-action fake en dan eventueel een korte pass. Want als je door het midden blijft, door het midden lopen, ja, tegen de Angels lukt het niet. Hij liep zich trouwens vast op zijn eigen offensive lineman, die zijn blok hield, ja, maar geen opening kon forceren. En dus krijgen we een 4e poging en 12. En voor de 2e keer dat er gepunt zal worden. Bijna. En die wordt geblokt. Wordt geblokt. En dan val je op die bal. Nee. Wat een blunder. Heel mooi hoe Kevin van der Wielen die punt blokt natuurlijk van Xavier van Kouter. Maar eigenlijk zou je gewoon op die bal moeten vallen. Van der Wielen is er als eerste bij. En dan is het een Tiger die op de bal valt. Dus in principe zou het dan de Tigers zijn die de bal terugkrijgen, veronderstel ik. Ja, het is simpel. Hè. Je krijgt eerst die blok van de Wielen die doorkomt en mooi blokt. De punter niet aanraakt ook. En dan de fout die ze maken. Ze gaan er met 2 naartoe. Je hebt Van de Wielen en Serge Fontaine. En dan uiteindelijk is het denk ik een Tiger die de bal recupereert. En toch krijgen de Tigers de bal niet. Inderdaad, dat is niet gebeurd. Dat klopt. Ik denk er rekening met het feit dat er een Black Angel hem aangeraakt had. Maar dat klopt inderdaad. Maar je moet wel zeggen, Jurgen, het blijft nog altijd zo. Als een bal los is, dan val je op de bal. Dat is het enige dat je moet doen. Maar dat je die bal hebt, dat is toch... Hier krijgen we nog eens te zien uit een andere angle van uit de eindzone. En dan zie je dus inderdaad hoe Van de Wielen twijfelt. Als hij er gewoon opvalt, dan slaat hij hem terug. Serge Fontaine krijgt hem ook niet. En dan is het uiteindelijk wel een Tiger die hem recupereert. Maar toch zijn het de Black Angels die in balbezit zijn. En het is Brian de Kaluwe die de bal krijgt. Maar hij wordt meteen gestopt door Pedro Simoes, de Portugees. En hij krijgt daarbij de hulp ook van de Canadees Fabien Kalala. Ja, je ziet hier duidelijk is een misverstand. Want de quarterback wil de bal handoff doen naar de running back aan de rechterzijde, maar draait zich links. Er is een duidelijk misverstand en je zag dat de quarterback ook eventjes aangaf van dit was niet zoals het gepland was. Maar dus voor alle duidelijkheid nog even daarnet bij die geblokte punt. De bal was inderdaad niet over de line of scrimmage gegaan. En vandaar dat de Tigers, ook al hadden ze die fumble gerecupereerd, de bal niet krijgen. Maar het wel de Black Angels zijn. En opnieuw problemen. Noël zoekt de Kaluwe. En de Kaluwe, ja, die krijgt dan wel de bal. En die weet al wel een aantal jaar terreinwinst te boeken, maar dat hadden er meer kunnen zijn voor hij uiteindelijk getackeld wordt door Estrie Dogbe. Ja, nou, als je ziet hoe de Austin Pirates problemen hadden met Rudy Mwamba door het midden, en dan zie je hier dat ze de Kaluwe gebruiken eigenlijk off tackle, en dat ontwikkelt zich te traag. Ik zou zeggen, laat gewoon je nummer 40 door het midden lopen en probeer zo in die eindzone te geraken. Mwamba werd gebruikt als blokker bij die play. En zo krijgen we een 3e poging en goal met de bal op de 9-yardlijn. En het spel wordt afgefloten. En het is Mwamba die een false start veroorzaakt. Ja, ja, inderdaad. Komt terecht en dat mag niet. Je moet stilstaan tot het moment dat die bal gesnapt wordt. Tja, als je aan die eindzone komt, dan doe je soms eens in plaats van te starten on-one, het on-two. Maar dan moet iedereen natuurlijk op dezelfde pagina zitten. 3e poging en goal en de bal op de 15-yardlijn. En daar komt de druk en de pass van Noël en niet de catch. En ook niet de onderschepping. Maar perfect getimed dat ingrijpen van Pedro Simoes.
raakt de receiver net op het ogenblik dat hij de bal raakt. Ja, en dit is natuurlijk het probleem voor quarterback Noel. Dat is dat hij opnieuw die stare down doet. Hij heeft twee open receivers, rechts en links. In het midden heeft hij drie verdedigers en toch gooit hij naar die ene man. Nu, ik zal je zeggen, we zijn hier in het Belgische niveau. Ik verwacht ook niet van iedere quarterback dat hij zijn second read vindt of zijn third read. Maar tenminste af en toe is een look-off doen zal zeker helpen. En dus krijgen we de field goal poging. En die gaat tussen de palen door. Godichal met de eerste drie punten van deze Belgian Bowl. En die komen op konto van de Black Angels. Special teams scoren de punten nadat de special teams eigenlijk voor de heel goede uitgangspositie gezorgd hebben. Een 15 en 32 graden field goal zou je kunnen zeggen. Ballig op de 15-yard-lijn. En dan... En toch verrassend, Jurgen, want de Tigers die hebben eerst 27 yards gewonnen in de eerste drive. Dan 20 yards in die tweede drive. De Black Angels, eerste drive 4 yards. Tweede drive, ja, die hebben toevallig de bal kunnen recoveren. Ja. Dus eigenlijk op offense nog niets laten zien en toch voorstaan. Bouron de holder. En dan Godichal met de field goal. Mooi tussen de palen door. En op die manier 3-0 voor de Black Angels. En het is diezelfde Godichal die zo meteen de field goal zal trappen. Wat zeg ik, de kick-off zal voor zijn rekening nemen natuurlijk. En de bal die gaat door de eindzone. Wat wil zeggen dat we een touchback krijgen. En ook hier een verschil met de NFL. In de NFL bij een touchback wordt de bal op de 20-yard-lijn gelegd. Ja. Hier is dat de 25-yard-lijn. Ja, ja. En die 25-yard-lijn dat zal meteen ook de plaats zijn waar Marshall Kontos opnieuw van start kan gaan met de offense van de Tigers. Offense die nu wel tegen een 3-0 achterstand aankijkt natuurlijk. Ja, en tactisch hebben ze nu gezien door het midden lopen is moeilijk. Off tackle is ook niet te gemakkelijk. Maar sweeps, kortere passen naar buiten, ook zelfs de diepere passes. Nu moeten ze echt meer de defensive backfield van de Angels gaan testen. En ik denk dat dat ook de zwakkere kant is van de Angels. Dus probeer niet te vechten met die lijn, want daar win je niet van. Probeer nu die defensive backs te testen. Ja. Dus dan krijgen we Bart Meijs in beeld. 11 seizoenen, ervaring in de BAFL. Want dat moeten we nu zeggen, niet meer de BFL. Kontos met de paas en opnieuw Van Gaver met de catch. En opnieuw ruimte en opnieuw die mooie paas. En de vierde catch van De Saver is het natuurlijk. Van Gaver, dat is de punter. Zorgt voor een nieuwe eerste poging en opnieuw de diepe paas. Nu langs de zijlijn. Net zoals eigenlijk aan de andere zijde daarnet met Hartman. Ja, hij wordt tamelijk goed gecoverd. Er is een crossing pattern. Maar dan, wat zie je hier? Ja, spelen ze zone? Ik weet het niet, want wat er gebeurt is, de cornerback laat de receiver gewoon lopen, maar de safety is er niet om die te dekken. Dus ja, normaal gezien covert de cornerback de receiver en de safety die kan dan naar de bal kijken. En zo komen we meteen aan het einde van het eerste kwart. Van een toch wel onderhoudende wedstrijd moet ik zeggen. Het eerste kwart is voorbij gevlogen. Ja. Beide teams hebben hun kansen gehad. De Tigers twee veelbelovende aanvallen. Maar uiteindelijk ja, worden ze telkens tot een derde poging en lang geforceerd. En slagen ze er niet in, lopen ze dan met de bal. Wat eigenlijk ja, raar is als je ziet hoe ze toch met die pass voldoende terreinwinst kunnen boeken. Ja, en dan wordt het gestopt en ja, geven ze de kans aan de Black Angels. En nu komt er natuurlijk wat uit. Hè. Dus als je tijdens het seizoen heel weinig tegenstand gehad hebt op defense en dat het iets te gemakkelijk is gegaan en plotseling sta je tegen een stevige defense, dan moet je zoeken. Dan zijn de Tigers echt wel aan het zoeken. Terwijl de Angels, ja, die spelen een beetje de veldpositie. Ja. Gewoon zorgen dat je de bal niet verliest. Kalm blijven. En dan natuurlijk hier op special teams. Dat is wel echt het verschil geweest. Ja. Zowel de blok als daarna de field goal. Want we mogen eerlijk zijn, die field goal was niet gemakkelijk. Nee, inderdaad niet. Het was een 32 yarder. Nu, het record in een Belgian Bowl staat op 47 yards. Lionel Denis van de Tigers. 2 jaar terug in de wedstrijd tegen de Bulls. Maar dus toch, die 32 yarder. Het is niet iedereen gegeven in België om die te trappen. Hartman met de catch.
Die wordt dan getackled door Banza. Maar ondertussen is er ook al een vlagje op het veld verschenen, zoals je kan zien. En nu even afwachten wie hier in de fout gegaan is. En de plaats waar die vlag ligt, misschien zien we het in de herhaling, lijkt op een holding te gaan wijzen. Of een, ja. Ja, er moet iets in de lijn gebeurd zijn. Ondertussen hebben we de bevestiging gekregen. Het was effectief een holding penalty tegen de Tigers. Ja, het wordt dus de play van Hartman die gaat uit de boeken. Het ja. blijft wel een eerste poging, maar het wordt een eerste poging en 20. En natuurlijk in de beginjaren van de Belgische Football League, in de jaren 80, jaren 90, was er één referee of twee of drie. Een holding werd niet altijd gezien, maar in zo'n finale, daar staan natuurlijk heel wat mensen. En als je gewoon bent om af en toe eens aan het truitje te trekken, dan mag je het vandaag wel vergeten. En zeker met de ervaring hier op het veld, nu ja. bij de officials meer dan 1000 wedstrijden ervaringen onder hun zeven. En Contos zeer bewegelijk past aan die bal, maar die kan onderschept worden en dat gebeurt ook. Hier gaat de jonge quarterback in de fout. En de onderschepping die komt op naam van Guillaume Serfontein. Kon twee keer de sack vermijden, maar dan de diepe bal. En Serfontein, die goed opgesteld stond voor de receiver, die kan de onderschepping maken en de Black Angels op die manier terug in balbezit. Maar ja. wel een flag on the play. En quarterback Contos, die mag natuurlijk niet denken dat hij superman is. Oké, hij ontwijkt twee mensen. Hij kan die bal nog gooien, maar die bal is natuurlijk... Hij heeft geen tijd om echt wel zijn dropback te doen en om op de juiste plaats te gooien. En dit was goed gezien van de cornerback, want zoals ik eerder zei, hou alsjeblieft de man in de gaten. En hier dacht hij van, dit duurt te lang, ik ga toch eens iets kijken. En het was een rainbowbal en die was gemakkelijk te onderscheppen. De flag werd geworpen voor de onderschepping. Ja. Ja. Nu, het zou kunnen zijn dat die receiver van de Tigers dat die Serfontein ja. vastgehouden heeft wel, toen ja. hij naar de bal ging. Dus zou de penalty ook nog eens tegen de Tigers kunnen gaan? Ja, denk ik wel. Hier komt het verdict van Jan Bogaert. Pass appears, number 10 on the offense. Penalty is declined. Result of the play, first down left. En het was inderdaad een pass interference penalty tegen de wide receiver van de Tigers. En begrijpelijk dat die gedeclined wordt, dat die niet geaccepteerd wordt door de Black Angels. Want nu komen zij in balbezit en anders geven ze gewoon opnieuw een eerste poging aan de Tigers natuurlijk. Hier nog eens hoe hij twee keer onder druk komt en dan de derde keer, hij wordt dan nog geraakt op het moment dat hij die bal gooit. Maar dus krijgen we een nieuwe eerste poging en 10 voor de Black Angels. Kevin Noël opnieuw op het veld met zijn offense. De Kaluwe in motion en het is Mwamba over het midden. En kijk, dat heb je al een paar keer gezegd, probeer het gewoon over het midden. Ja. En dan heb je bijna heel die defensive line nodig om hem te stoppen. Want in de eerste instantie kan Issa Salehi hem wel tegenhouden, maar dan blijft hij gewoon die enorme dijbenen van hem bewegen. Ja. Hij blijft pompen en dan loopt hij voor gewoon Salehi voorbij. Ja, 2x5 yards is een first down, zo simpel is het. Hè. Wat je ziet hier duidelijk, hij krijgt de bal, er is een kleine opening. Dan komt er het eerste contact, maar die wordt niet achteruit gedreven. Die benen blijven pompen en die haalt die 5 yards. En ik zou zeggen, blijf hem gebruiken tot ze hem kunnen stoppen. Ja. Nu wel goed van die verdedigers, voor hij op de grond is. En dan zie ik dat het Martin Emos is, de cornerback, die probeert de bal uit zijn handen te trekken voor hij op de grond raakt. Om op die manier te proberen de fumble te forceren. En dan nu de Kaluwe. En die haalt een nieuwe eerste poging. En zouden ze de Achillespees gevonden hebben nu van de verdediging van de Tigers? Ik heb al zoveel keren gezegd in België, het is heel moeilijk om de running game te stoppen als je dit soort fullback en halfback hebt. Opnieuw is het eigenlijk wel Mwamba die de juiste blok zet. En dan is het voor de running back gemakkelijk om nog 3-4 yards verder te vallen en die first down te halen. Als ik de Angels zou zijn, dan blijf ik runnen tot ze gestopt worden. En opnieuw is het Brian de Kaluwe die de bal krijgt. En dit keer lukt het niet. Heel goed verdedigd daar van Ben Abdellaoui. Nee, het is zijn broer Karim Abdellaoui. Ja, en de Kaluwe maakt hier de kapitale fout om niet naar binnen te cutten. Dus hij heeft een blokker voor zich. Eigenlijk is er een opening aan de binnenkant en hij blijft buiten lopen. Dus dat wil zeggen, de Kaluwe is een oost-west-runner. Terwijl Mwamba de noord-zuid-runner is. En ze zullen moeten beseffen dat ze veel meer upfield moeten gaan dan eigenlijk proberen die zijkanten te zoeken. Want dat kunnen de Tigers wel beschermen. De Kaluwe die ook even van het collegevoetbal heeft kunnen proeven bij Concordia University in Nebraska. Waar Dylan Pierquin trouwens nog steeds aan de slag is.
Hij is daar volgend seizoen redshirt freshman. Eerste catch van Thomas Bourgon. En de stop die wordt gemaakt door Martin Amos. Ja, je moet Bourgon betrekken in je gameplan. Is een van de betere receivers. Ik denk dat hij ook een touchdown heeft gescoord in de halve finale. Net voor de rust in de halve finale. Eerst een 32-yard catch en dan een 31-yard touchdown catch. Die de Black Angels 7-6 voorbracht tegen de Pirates. Is echt wel een possession receiver. Goede hands, dus ze kunnen hem zeker wat meer gebruiken. En ook gevaarlijk bij kick-offs trouwens. Opnieuw de Kaluwe. Door het midden. En de stop die gemaakt wordt nu door die andere Abdellaoui. Deze keer was het wel degelijk Ben. En eigenlijk als je de running back hier bezig ziet, nu maakt hij de beslissing om wel door het midden te gaan, wat een goede beslissing is. Maar je zag duidelijk dat zijn fullback had eigenlijk nog niemand geblokt. Dus hij mag rustig zijn hand op de fullback leggen en die volgen. 1 yard komen ze tekort voor een nieuwe eerste poging. We krijgen een vierde poging en 1. En ja, de bal ligt op de 49-yardlijn. Dan kan je ervoor gaan natuurlijk, maar ze beslissen toch om te punten blijkbaar. Ja, ze hebben gezien dat de Tigers op offense fouten maken. Dus waarom de veldpositie niet blijven spelen? Gonishal met de punt. En een goede return. Uiteindelijk wordt de tackle gemaakt door Alexandre Nikolaev. Maar Feli Manokoboka met een heel goede return vinkt de bal op in de buurt van zijn eigen 20-yardlijn. De 18-yardlijn zal dat geweest zijn. En uiteindelijk wordt hij gestopt over de middenlijn in de buurt van de 45-yardlijn. En dan spelen de Angels het eigenlijk op veilig door te punten. En dan is de bal nog verder terug dan dat ze geweest waren. En dat is de voortaan. Ja. Maar natuurlijk, dat is een beslissing die je neemt als coach. Voor mij de goede beslissing, maar dan moet je natuurlijk op je special teams moet je staan om die mensen te stoppen. Ja. Feli Manokoboka. Hij begon met flag football, maar hij had liever het contact, was nog te jong. Is dan eerst rugby gaan spelen en is dan bij de juniors teruggekomen. En daar hebben we opnieuw ons nummer 29, De Saver. En De Saver die haalt een nieuwe eerste poging. Serf Fontaine met de stop. En dan denk ik dat Gilles De Saver net ver genoeg geraakt is met die sprong over de verdediger om de nieuwe eerste poging te halen. En dat is ook zo, want de chain crew die komt in beweging. Ja, de Tigers hebben gezien, het midden zit dicht. Dus laten we maar die uitersten opzoeken aan de zijkanten. Want daar hebben de Angels het moeilijk om eens te volgen. Klein beetje Razzle Dazzle, laten we maar zeggen een reverse. Je bent de eerste man voorbij en dan gewoon de hoek kiezen om die first down te halen. En die first down die komt er nu op de 31-yardlijn van de Black Angels. En ondertussen wordt het spel stilgelegd, want we hebben een ongenode bezoeker op het veld. Gelukkig is het geen streaker. Hij heeft zijn kleren aangehouden. Maar duidelijk iemand die niet weet, ook al wordt er aan de rechterkant van het veld gespeeld, moet je de linkerkant ook vrij laten. Want je weet nooit dat er een onderschepping teruggelopen wordt natuurlijk. Maar goed, bij deze opgelost en kunnen we weer verder. Eerste poging en 10 en de run. Maar dit keer geen ruimte voor Thomas Alisson. Nu, het is zo, ik zeg wel, de Tigers moeten niet meer door het midden runnen. Dat betekent niet dat je het nooit meer moet doen, want dat beperk je jezelf natuurlijk ook. Maar we zien het opnieuw, door het midden, enkele yards gehaald. Zo'n tweede poging en 7 uur voor de Tigers. Shotgun, mooi in de handen. En dan wordt hij toch wel heel vlug gestopt door de verdediging van de Black Angels. Tete opnieuw met de stop voor de Black Angels. Tweede poging en 7. En opnieuw is het Alisson. En Nikolaev mist de tackle. Die glijdt als het ware van Alisson, die dan extra yards kan halen. En over de 20-yardlijn gaat en zo een nieuwe eerste poging boekt voor de Tigers. Dat is toch atypisch voor de Black Angels, want het zijn uitstekende tacklers. En ook altijd de wrap-up. En hier, de armen waren duidelijk rond de runner. Dus volgens mij had hij hem eigenlijk te pakken. En daar nummer 55. En dan toch, blijft die benen blijven pompen. Eerste tackle gebroken en daarna de extra yards voor de nieuwe eerste poging.
En die is op de 19-yardlijn. Ja, opgepast, nummer 29 rechts. Die zou wel eens kunnen de target zijn. Ga naar de andere kant. Naar Amu. En blijkbaar wordt die bal bijna onderschept daar. En Mohamed Amu die zegt dat er wel contact was door die verdediger. Maakt dat even duidelijk aan de officials. Misschien krijgen wij het in de herhaling te zien. Daar is hij. Is er contact met Serge Fontein? Is hij duidelijk dat hij de bal eigenlijk dieper had verwacht? Want hij wil eigenlijk voorbij zijn cornerback lopen. 5 wedstrijden gespeeld met de Tigers in 2015. Mohamed Amu goed voor 11 touchdowns. Vandaar dat wellicht dat hij het doelwit was ook van Kontos in deze situatie. Alisson opnieuw. Mooie bewegingen. Alisson nog voorbij een tackle naar de eindzone. Nee. Heel goede tackle. Door Adrien Godichal. De safety. Maar ook wel een flag on the play. Maar Alisson, 2 keer een heel mooie beweging. Je zag die heupen mooi draaien, waardoor de verdediger de mist in ging. En dan Godichal die ervoor zorgt dat er geen touchdown gescoord wordt. En het was nodig om de tackle te maken. Maar wat we nu zien, ja, ze gaan toch, die eerste stap is door het midden. En dan beginnen ze gewoon zijstap te nemen. En ja, de Angels hebben het uiteindelijk moeilijk om een angle te vinden om te tackelen. He'll lock in the back on the offense number 10. That's a 10-yard penalty from the spot of the foul. Replay it up. Ja, die laatste tackle die dan niet gemaakt werd, kunnen we de verdediger vergeven natuurlijk. Illegal block in the back door Amu. En dat is een 10-yard penalty van op de plaats waar die penalty gebeurde. Het blijft tweede poging, maar het wordt een tweede poging en 11 zoiets. Ja, dat is iets wat de Tigers toch moeten weten. Zoveel finales gespeeld in de laatste jaren, dan weet je dat de scheidsrechters tijdens zo'n finale iets meer zaken zien en dat ze ook zulke overtredingen niet zullen laten gaan. Ja. Nu, dit leek mij eerder de schouder te zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, wij staan natuurlijk wat verder af. Houden nummer 10 in de gaten. Nee, ondertussen de pass incomplete. De bedoeling was om Alisson te bereiken. En dus krijgen we een derde poging en 11. Hier nog eens die paas van Kontos. Nu de Black Angels natuurlijk extra gebrand om deze Belgian Bowl te winnen. 4 jaar geleden dat ze nog een Belgian Bowl gespeeld hebben. Zoals gezegd, 2011 was dat. En dat was dan tegen de West-Vlaanderen Tribes. Ze verloren die wedstrijd. En eigenlijk echt al spelend nog nooit een Belgian Bowl kunnen winnen. 1 keer kampioen van België geweest. Maar dat kwam door de disqualificatie van de tegenstander. Oops, en dit gaat nergens heen. Heel goed doorzien. Meis met de stop. Mwamba zat ook in de backfield. En deze run van de Saver die ging nergens heen. Ja, Jurgen, we zien het soms in de NFL. We zeggen als een play te traag ontwikkelt, te veel razzle-dazzle, dan heeft de defense het door natuurlijk. En hier had je goed de contain van de defensive lineman, de defensive end. Mooie contain, die ging nergens heen. Hij zag meteen dat Mwamba en Meis dat hij ongedekt eigenlijk meteen in de backfield stonden. En dan kon hij Mwamba nog wel ontwijken. Maar Meis, ja, die liep hier recht in de armen. Ze gaan ervoor. De bal ligt op de 26-yardlijn. Ze kunnen natuurlijk een eerste poging halen. Het is een 4e poging en 15 zoiets. En ik denk dat de Tigers hun 3e time-out nemen nu. Ja. En nog 4 minuten en 30 seconden te spelen. Ja. En wat je hebt natuurlijk, als je dan tijdens het jaar heel veel hebt gescoord, weinig tegenstand hebt gehad, dan heb je niet veel situaties gehad, 4 en 15, dicht bij de eindzone. Ja, dan moet je eens nadenken van, hoe gaan we dit hier oplossen, want we hebben het toch wel moeilijk. Nu, en die Lionel Denis waar ik het over had, die 47-yard field goal getrapt heeft 2 seizoenen terug, die staat nu niet op het veld, want die is samen met Frederik Kasteels, de linebacker, zijn die samen naar de Cologne Crocodiles getrokken in GFL 2, tweede divisie in Duitsland. En het valt wel op dat er meer Belgische spelers zijn die daar terechtkomen, want ook Ruben de Ruiter van de Gators die speelt nu bij de Leipzig Lions. Ik had het al over Dylan Pierquin, die nu bij Concordia zit. En ook Seppe Klaas van de Limburg Shotguns, die speelt volgend seizoen in de Verenigde Staten bij West Hills Junior College Falcons in Californië. Een team dat 9-1 gegaan is dit seizoen. Dus ze moeten toch wel iets zien in hem dat ze hem de kans geven om daar te gaan spelen. De paas gevangen en dan de razzle-dazzle. De paas nog eens
en die wordt gevangen. Maar mijn vraag is, was die paas niet vooruit gegooid? Het was echt al op het randje, Jurgen, want als de bal maar 10 centimeter achteruit gaat, je mag in American Football maar 1 keer vooruit passen. En hier was het een pas naar de zijkant, maar dan moet je echt wel proberen uit. We gaan eens kijken, wij kunnen het goed zien. Het is achteruit, het is duidelijk achteruit. Inderdaad. Ja, en dan mag hij natuurlijk die bal vooruit gooien. En dit is de play waar ze vorig jaar de Belgian Bowl mee begonnen zijn. Ja. En die was toen ook succesvol. Ja. Nog de enige succesvolle play die ze toen gehad hebben in die nederlaag tegen de Gators. Maar kijk, ze doen het opnieuw en ze staan meteen met een first and goal op de 4-yard-lijn van de Black Angels, die dit helemaal niet verwacht hadden. Kontos geeft de bal aan Hartman. En dit duurde weer veel te lang. Kontos was nog aan het kijken, zou ik hem passen, zou ik hem aan mijn running back geven. En tegen dat de beslissing genomen was, stonden de verdedigers al bij Hartman. Het leek een beetje op een read option, maar er waren weinig read en weinig options. Ja. En dan kom je niet natuurlijk. Nu, wat we daarnet hebben over die trick play. Niet vergeten dat heel veel teams nu gamefilm hebben van elkaar. Er is dus een site waar alle films worden upload. Dus je kunt eigenlijk wel dit soort zaken vooraf bekijken en je erop instellen. Ja, ze hebben geluk gehad, want bijna werd de eerste receiver getackled. Ja. Nu die tweede en goal. Abdellaoui. Abdellaoui nog steeds. Abdellaoui en zone. Jawel, armen gaan de hoogte in van de side judge. Touchdown voor de Tigers. Karim Abdellaoui loopt de bal in de eindzone. En ik moet wel zeggen, sterk van de Tigers, dat ze het sterkste van de defense van de Angels uitdagen door het midden te lopen. Dus ik denk dat de Angels wel verwachten van, ja, ze gaan ons midden toch niet testen. Nee. Fullback komt er goed door. Running back, eigenlijk wordt hij gestopt. Zoekt dan de andere kant op en dan komen ze te laat. Nikolaev en Van de Wille komen te laat. En Abdellaoui in de eindzone. En we gaan voor een 2-punt-conversie. De pass en de catch die gemaakt wordt door Amu. En zo wordt het 8-3 in het voordeel van de Tigers. Die een goede eerste helft nu eindelijk beloond zien, zou je kunnen zeggen. Ja, we mogen toch zeggen dat ze op offense veel meer hebben getoond dan de Black Angels. Ze hebben dan natuurlijk wel wat foutjes gemaakt, waardoor ze de Black Angels in de wedstrijd houden. Maar hier nu zowel de touchdown als de two-point conversion. En dat kan belangrijk zijn, die twee punten in plaats van het ene punt. Ja, inderdaad. En het is Amu. De man die 11 touchdowns scoorde in 5 wedstrijden dit seizoen. En MVP Offense Africa 2014 was toen hij daar met Marokko het kwalificatietoernooi voor het WK 2015 speelde. Het is een 5e Belgian Bowl voor Amu. 4 keer speelde hij ook mee in de Atlantic Cup. Dat was een kleinere EFAF Cup eigenlijk. Die trouwens ook nog eens gewonnen is door de West-Vlaanderen Tribes. De eerste editie denk ik van de Atlantic Cup. Ja. Is toen in Sint-Agata-Berchem was dat op het veld van de Bulls. Is toen gewonnen. En we krijgen een onside kick. En het is Godichal die bal opraapt. En dan door zijn eigen man geblokt wordt. Maar nog een verdere vecht voor wat hij waard is. En uiteindelijk op zijn eigen 37-yard-lijn terechtgekomen is. Waar de Black Angels een nieuwe eerste poging krijgen. Maar niet nadat hun defense 8 punten op het scorebord heeft laten zetten. Door de Tigers. En dan nu die offense van de Black Angels. En goed gezien ook misschien, die onside kick. Want dan kreeg Bouron de kans om die terug te lopen. Iets wat hij vorig seizoen en dit seizoen ook al gedaan heeft. Dat is juist. Die kick-off teruglopen voor een touchdown. En Godichal, wel een sterke speler, maar niet die snelheid van een Thomas Bougon. Eerste poging en 10. Noël met de pass. En die gaat naar Bouron. En die wordt onderschept. Emos met de onderschepping. En Bouron erachteraan. Maar Emos, ja, die weet dat hij komt. Zou beter die bal wat beter tegen het lichaam houden, zodat hij niet kan losgeslaan worden. En uiteindelijk wordt hij getackled. Maar Martin Emos met de onderschepping van Kevin Noël. En op die manier komen de Tigers nog in balbezit voor de rust. En dat op hun eigen 48-yard-lijn. Eerste poging en 10. Maar een pass in double coverage. En nu kijk je nog eens naar de andere kant, Frans. Ja. Ik denk ook, je ziet dat hij ook duidelijk zijn dropback niet kan doen. Dus dan is die bal iets te veel in een arc.
En dan is het moeilijk voor een kleine receiver om eigenlijk op het hoogste punt dat te kunnen vangen. Kijk, ja, Jurgen, ik blijf het herhalen. Geef de bal aan nummer 40, laat hem door het midden lopen. Zorg voor die veldpositie. Het is 3-8. Eén score maakt alles goed. Ja. Het is echt niet nodig om dat nu proberen te forceren. Brice Bourgon met de tackle op Emos. Maar nu een eerste poging en 10 dus voor de Tigers. En die proberen nog eens over het midden te lopen. Maar daar staat onder andere Reda Franken om de stop te maken. En dus 2 jaar terreinwinst, daar moeten de Tigers tevreden mee zijn. Isiaka Sanogo die hielp Franken bij die stop. Tweede poging en 8 voor de Tigers. Hier nog eens Irren over het midden. Ja, ze blijven het doen. Hè. Je kunt die run over het midden gebruiken om dan een play-action te doen. Dat was opnieuw Alisson die de bal kreeg. En nu is daar die play-action. En Kontos, nou, wordt het evenwicht gebracht en dan toch nog die pass. En Amu niets met de catch. Maar Kontos, zeer koelbloedig zou ik zeggen, wordt eerst aangeraakt door die verdediger, maakt een spin move en kan dan toch nog die pass gooien. Ja, maar tactisch zullen ze toch moeten anders doen. Er staan 2 running backs in de backfield. Ze lopen beide gewoon door de muur. Eventueel kunnen die spelers natuurlijk de bal nog gegooid worden. Maar geen van beiden blokt of doet ook maar iets. En dan heb je gewoon een free runner die komt, gelukkig. Door het atleticisme van Kontos kan hij eruit geraken. Maar dan is het toch wel moeilijk, want iedereen is dan een klein beetje uit zijn ritme. Derde poging en 8. En we hebben de 2-minute warning net gehad. Nog 2 minuten officiële speeltijd in deze eerste helft van Belgian Bowl 28. Hartman met de run. En die wordt meteen neergehaald. Geen plaats om te lopen, want daar was Maxime Simon. De safety, maar er is wel een flag on the play. En die werd hier onderaan het veld geworpen. Weg dus van de ruimte waar de play zich ontwikkelde. En nu is het afwachten wat de officials gezien hebben. Er is overleg. Ik denk dat het Rick Stormen was die de bal gegooid heeft. Onze line judge. Die onlangs ook nog referee was in de IFAF onder 19 kwalificatiewedstrijd tussen Rusland en het Verenigd Koninkrijk in Bristol. Dus zoals gezegd, mensen met heel wat ervaring, onze zebras vandaag. Ik denk dat het een holding zal worden. Illegal formation. Nee, toch niet. On the offense, 5 men in the backfield. Penalty is declined, 4 down. Het zou ook een 5 jaar penalty geweest zijn, maar de penalty wordt niet aanvaard. Logisch door de Black Angels, want het was een derde poging. Anders geven ze nog een extra kans aan de Tigers. Nu is het 4e poging en 10. En krijgen we opnieuw de punter, Xavier van Kouter. En bijna wordt hij opnieuw geblokt. Hij heeft wel heel wat ruimte nodig om te punten. En die bal wordt niet teruggelopen. En die rolt uiteindelijk uit op de 8-yardlijn van de Black Angels. Black Angels is dus 92 yards, moeten overbruggen, willen ze scoren nog voor de rust. Ja, als ik een klein beetje naar de statistieken kijk, voorlopig hebben de Black Angels nog maar 40 yards op offense gehad, terwijl al meer dan 100 yards voor de Tigers. Dus als je er nog maar 40 hebt gedaan in bijna 2 quarters, en nu ja, moet je er 92 overbruggen, dan zou ik zeggen, goed luck. Dus dan hoop ik dat de coach van de Black Angels dat die enkele plays up his sleeve heeft. Of moet het punt opnieuw gedaan worden? Ja, blijkbaar was er toch een flag on the play. Ja. Illegal formation. 5 men in the backfield on the offense. 5-yard penalty, re-kick. 5 man in de backfield en nog werd die punt bijna geblokt. Ja. En nu aanvaarden ze die penalty natuurlijk wel. Maar nu is het een 4e poging en 15. En dat zou waarschijnlijk de reden geweest zijn waarom Bourgon die punt niet terugliep. Hij zou het vlakje gezien hebben. En dacht van waarom zou ik hier lijf en leden riskeren om een punt terug te lopen die misschien toch opnieuw zal moeten getrapt worden. Ja, en als ik Bourgon nu ben, dan zou ik de bal toch proberen te fielden. Want daarnet rolde die gewoon nog 10, 15 jaar verder. En nu Van Kouter terug met de billen samengeknepen, want daar komt die rush weer van die special teams van de Black Angels. Ja. Als hij die bal moet trappen. Eerst even wachten tot umpire Missotte de bal klaargelegd heeft. Dat is bij deze gebeurd. Staan ze inderdaad maar met 4 man in de backfield. En bijna wordt hij opnieuw geblokt.
Ja, Bourgon loopt die bal niet terug, want daar is ook alweer... En weer een goede bounce. Ja. De Tigers hebben echt wel geluk. Net niet geblokt worden en dan hele verre punten. Ja. We wonen de 9-yard-lijn, 91 yards. Ze hebben in de kering 1 yard gewonnen. Ja. Maar is ook weer de snelheid van Feli Manoka, want hij was er als de kippen bij om Bourgon op andere gedachten te brengen. Die bal niet op te rapen, met andere woorden. Ja, en als je nu, ja, als je 8-3 staat, dan komt er eigenlijk op neer dat je met 1 score gewoon kan winnen. Dan zou ik zeggen, doe het toch maar rustig aan. Gooi hier geen interception. Ja, ze krijgen ook als eerste de bal in de tweede helft. Hè? Juist. Dus krijgt de bal terug. Dus, beide teams hebben al een interception gegooid, dus daar staan ze dan even in. Maar de kracht van de offense van de Angels die was er niet volledig in de eerste helft. Dus ik zou zeggen, zorg er nu maar voor dat je de bal niet teruggeeft aan de Tigers. De Kaluwe krijgt de bal en die gaat langs de zijkant. Blok van Dosunmu. 2 jaar terreinwinst. Ik denk dat ze nog al hun time-outs hebben, dus misschien zullen ze hier toch wel wat kunnen gebruiken ondertussen. Ja, maar ze zullen dan eerst die first down wel moeten halen. Blessure. 3 jaar terreinwinst van. Ja. En we krijgen inderdaad ook een blessure time-out. Ja, we hadden een pulling guard. Strekbeen van Abdellaoui. Dat is ook niet echt kosher te noemen, denk ik. En het is waarschijnlijk die tik die de Kaluwe gevoeld heeft. Want dat gestrekbeen dat ging naar hem. Kijk, je krijgt nog eens die herhaling te zien. Kijk naar het been van nummer 22. Ja, inderdaad. Ja. En het is die tik die de Kaluwe voelt natuurlijk. Ja, maar daarna is ook het been is ook onder 77 gerold. Ja. Dus dat is een dubbele. Nou, de Kaluwe dus even van het veld. En nu krijgen we de tweede poging en 7. Daar staat hij. Ja. Tast naar de kuit. Now starts on 47 seconds left in the second quarter. Nog 47 seconden te spelen in deze eerste helft. En dan denk je dat we nu toch wel een diepe pass zullen mogen verwachten, want met de run alleen zullen ze het niet halen, tenzij ja, als Wamba daar de opening vindt. Ja, maar dan moet het wel een open receiver zijn dat je hier geen interception gooit natuurlijk. Ja, het is Bourgon en die heeft de snelheid, dat weten we, en die weet de tackles te breken. Maar dan loopt hij achteruit en dan gaat hij toch langs het hoekje. En Bourgon, heel slim, loopt dan ook buiten de lijnen. Op die manier wordt de klok ook stopgezet. Heel goede play van Noël en Bourgon. Je gooit de bal niet diep, je gooit gewoon een korte inpas. En dan laat je de receiver gewoon het werk doen, dan laat je Bourgon zijn werk doen. Hier zie je, kleine dropback, geen pressure, mooie pas, even de sidestep en dan is hij vertrokken. Kijk. Hij werkt het heel goed af en dan natuurlijk, dan zoekt hij die zijlijn op omdat hij weet, we willen de klok stoppen. Ja. Emos en de Co in de wind gezet. En daarna een eerste poging gehaald. En de bal die ligt op de eigen 39-yard-lijn van de Black Angels. Opnieuw nog wel, die bal wordt aangeraakt op de line of scrimmage. En valt dan op de grond. Incomplete. Tweede poging en 10. Goede play van die defensive lineman van de Tigers. Ja, het is toch iets dat je veel meer ziet. Vroeger, de defensive linemen willen gewoon die sack maken of die outside linebackers. Nu weten ze gewoon, als ik er niet ben, hand in de lucht, zie je veel meer, ook in de NFL. En ik ben blij dat ik ook de spelers hier dat zie doen. Fabien Kalala was het. Die bal aanraakte, waardoor die doelloos tegen de grond ging. Tweede poging en 10. Noël in de shotgun formatie. En het handje van Lebec zorgt ervoor dat die bal niet, niet onderschept wordt. Want dat leek het te gaan worden. Pedro Simoes. Ja, voor Noël is het simpel. Hè. Hij kan natuurlijk nu in zo'n finale niet plotseling veranderen. Maar hij kijkt toch nog, hij heeft toch 2 receivers in dezelfde zone. Hij kijkt toch eventjes van naar welke zal ik gooien. Maar de bal was zeker niet waar hij die wou. En de fitnessinstructeur kreeg de bal niet onder controle. Bourgon staat 1-op-1 in coverage. He. Dus nu is het echt wel moment om naar Bourgon te kijken. Maar hij gaat over het midden. Oei, en de onderschepping getelefoneerd.
Simões, daarnet lukte het niet, maar de Portugees heeft nu wel zijn onderschepping beet. De fitnessinstructeur, nog maar net terug, dacht ik, van Madagaskar of zo, waar hij een jaar lang gewerkt heeft. En de Tigers die zijn blij dat hij terug is, want hij maakt hier de onderschepping. En Brice Bourron die is heel boos. Ja, die paas was ook niet pinpoint geworpen natuurlijk. Hè. Nee, ja, het is natuurlijk een samenwerking tussen quarterback en receiver. Ja. Dat is teleurstellend natuurlijk, hè, omdat je die bal dan toch nog met enkele seconden te gaan teruggeeft aan de Tigers, die dan wel die bal nog eens diep kunnen gooien. Hier zie je, hij heeft de bescherming, hij heeft zijn twee running backs, hij kan mooi de bal gooien. En ja, hij leidt iets te ver. Ja. Nu, ik ga eerlijk zijn, je kunt hier wel de quarterback de schuld geven. Je kunt ook zeggen tegen de receiver, misschien toch wel iets meer burst. Dus laat ons zeggen dat we het even in het midden laten. Tweede onderschepping in deze wedstrijd door de Tigers. En die nemen geen risico. Het knietje van Marshall Kontos. En zo zullen de laatste seconden wegtikken van deze eerste helft. En gaan we rusten met een 8-3 tussenstand in het voordeel van de Tigers. De Waals kampioen neemt een voorsprong de rust in. En Frans, deze wedstrijd... Beantwoordt hij aan jouw verwachtingen? Het is dubbeltje op zijn kant. En ja, ze zijn aan elkaar gewacht, deze teams. Hè. Ja, ik had echt wel gedacht, kijk, het wordt de offense van de Tigers tegen de defense van de Angels. Maar ik moet zeggen, de offense van de Tigers is niet zo krachtig als verwacht. De defense van de Angels staat er. Maar natuurlijk, twee intercepties gooien. Aan de andere kant wat special teams problemen bij de Tigers. We hebben een spannende wedstrijd en dat is vooral belangrijk. Ja, heel belangrijk. De tweede helft kan nog alle kanten uit, want één touchdown van de Black Angels. 6 punten, dan staan ze 8-9 voor. Een extra punt hoeft zelfs niet. Dus ja, het kan inderdaad nog alle kanten uit. Tot zover deze eerste helft. Na de koffie zijn we terug voor de tweede helft van wat hopelijk een verder spannende Belgian Bowl 28 wordt. De tweede helft die zal zo meteen beginnen. Maar wij krijgen eerst nog enkele hoogtepunten van de eerste helft. En dat begint met de quarterback. Van de Tigers, Kontos met de goede paas naar Hartman. Die zorgde voor een nieuwe eerste poging. De eerste aanval van de Tigers die veelbelovend begon, maar die uiteindelijk strandde. Daarna Noël, die bijna gooide voor de touchdown. Maar daarna moesten de Black Angels tevreden zijn met die 32-yard field goal van Gody Schall. En het is dezelfde Gody Schall die nu de kick-off terugloopt tot op zijn eigen 45-yard lijn. En daar zullen de Black Angels beginnen met de eerste aanval van deze tweede helft. Black Angels die daarna niet meer aan scoren toekwamen, maar de Tigers wel nog lieten scoren. En dat gebeurde met die touchdown run van Abdellaoui, gevolgd door een 2-yard touchdown pass van Kontos. Wat zeg ik? 2-punt conversie pass natuurlijk van Kontos naar Amu, waardoor we de 8-3 hebben. Nu, de Black Angels dus in de aanval. Zouden ze ook gemerkt hebben dat ze met Mwamba misschien meer resultaat kunnen halen over het midden nu? Ik hoop het. Ik denk het wel, maar ik hoop het ook. Noël, 14 jaar ervaring. En het is de andere running back. Heel shifty. Niet Mwamba, maar wel de snelheid van Sam Bangamwabo. 29 is hij. Zijn derde jaar bij de Black Angels. En hij zorgt meteen voor 7 jaar terreinwinst, waardoor een tweede poging en 3 krijgen. Hij vond iets beter zijn blok dan de Kalui eerder in de eerste helft. Dus hij zoekt duidelijk, zie je, de hand op de ja, blokker zetten. En dan op een bepaald moment moet je toch wel hoofd vooruit en die yards nemen. Nu is het wel weer Mwamba die in de backfield staat. Je ziet hem daar achter Noël. En het is inderdaad Mwamba die de bal krijgt en de opening haalt. En meteen zorgt voor een nieuwe eerste poging. En er komt ook een vlagje op het veld. Zou het kunnen dat zijn face mask vastgegrepen werd bij die tackle? Ik denk het wel. Je moet natuurlijk proberen om die man neer te halen. En meestal doe je dat op een correcte manier. Maar soms moet je wel eens een overtreding begaan. Misschien krijgen we dat te zien in de herhaling. Maar Mwamba die zorgt in elk geval voor een nieuwe eerste poging. En hier komt die herhaling. Mwamba krijgt de bal, gaat over het midden. En ja, daar inderdaad de face mask.
Het is simpel, je kunt er staan 7. On the defense, number 43, face mask. 15-yard penalty from the end of the run, automatic first down. Saidi Kikunda wordt bevestigd door Jan Bogaert, onze ref, met de face mask penalty. Zeg, er staan 7 man in de box. Ze weten, Mwamba zal de bal krijgen en toch kunnen ze hem niet stoppen. En vandaar, dit is een goede tactiek. En op die manier komen er 15 extra yards bij voor de Black Angels na die penalty. En Mwamba is nu de blokker, maar echt veel zoden brengt dat niet aan de dijk voor Banga Mwabo, want hij wordt al meteen gestopt. Buikverdedigend werk van Fabien Kilala, de man die ook al die pass wist af te blokken in de eerste helft. Ja, je ziet duidelijk dat de fullback eigenlijk zelf aan het zoeken is van wie ga ik nemen. En hij mag niet twijfelen, moet iemand nemen. En dan kan de running back zijn cut maken naar buiten of naar binnen. Ja, l'embarras du choix is niet altijd goed natuurlijk. Hè? Ja, ja. Tweede poging en 7. Oh, fumble! Oh! Fumble! Maar het spel wordt afgefloten. Voorwaartse pas? Ja. Dat zou kunnen, ja. Ja, ja. Dan is het incompleet. Ja. Toch even naar de herhaling kijken. Ja, ja, ja. Banga Mwabo ziet het dus niet en dit zou inderdaad wel een incompleet kunnen zijn als die bal vooruit ging. Daar hebben ze geluk. Ja. Maar dan vraag ik me af, als de bal vooruit ging, waarom, en het is een incomplete, waarom krijgen we dan nu een derde poging en 11? Ja, dat klopt iets niet. Dat is toch speciaal. Banga Mwabo hier met de run ondertussen. Terwijl we nog naar de herhaling kijken, het is wel degelijk een speler van de Tigers die de bal recupereert. Ja. Daarnet. Dus ja. En zo krijgen we een 4e poging en 6 voor de Black Angels. Goeie run opnieuw van deze Sam Banga Mwabo. En dit is waarschijnlijk iets te ver om een field goal te proberen, denk ik. Ja, ligt op de, wat is het, de 21-yard-lijn? Ja. Dan moet je er 17 yards bij tellen, dat is een 38-yard. Ja, ja. Het is nogthans mogelijk, hè, maar ja. Het is duidelijk te ver voor hen. Ze gaan ervoor. En het wordt een pass, nog wel 2 keer en de onderschepping. Opnieuw Simões met zijn 2e onderschepping van de wedstrijd. En dan ziet hij ze komen, al die Black Angels. En dan loopt hij gewoon buiten de lijn. Maar ook nog een flag on the play. En ik zie dat het Tristan de la Fuente is die blijven liggen is daar. En het is in zijn buurt dat de vlag gegooid werd. Ja, Jurgen, en de 3e onderschepping. En dan moeten we eerlijk zeggen, je wint geen kampioenschappen als je zoveel de keer de bal natuurlijk aan de tegenstander speelt. Het is duidelijk, hij ziet, hij doet de pump fake, dat is goed. Ja. Maar dan, ja, maar opnieuw. Hij kijkt ook maar in één richting. Hè. Hij kijkt één richting, continu ja, naar Lebec. Ja, ja. Dus. Opnieuw eigenlijk in triple coverage. Hè. Ja. Laten we zeggen, het begon als dubbele coverage. En dan zegt hij, dank u. Simões met zijn 2e onderschepping. Ja. De La Fuente moet ondertussen het veld verlaten, is geblesseerd. Dus ik denk dat de Tigers wellicht in balbezit zullen blijven, maar ze zullen achteruit moeten omdat de penalty tegen hen zal gaan tijdens die return. Overleg tussen Misotte en Bogaert, respectievelijk onze umpire en referee. Want het zal de umpire geweest zijn die daar het vlagje geworpen heeft. En het is Issa Salehe, de captain van de Tigers die erop bij staat. En hier komt het verdict. 30 interception. Number 36, personal foul on the return team. 15-yard penalty, still first down white. En dat is het inderdaad. De onderschepping die blijft staan. Maar er is een personal foul van het nummer 36, Firla Wojtek. Die zullen we in de gaten moeten houden. Waarschijnlijk ook met het nummer 63. Maar Simões, ja, dat is een makkie. Hè. Die krijgt die bal gewoon in de armen geworden. En in de eindzone stond een volledig open man. Kijk, en daar is het. Ja. Daar zag je Wojtek in de rug lopen van een Black Angel en die viel dan op De La Fuente en op die manier de blessure. Nu ze hebben geluk met die penalty, want ja, kijk, het is eigenlijk bijna op dezelfde plaats dat ze de bal terugkrijgen. Maar dus de onderschepping die blijft. En zo krijgen we een eerste poging en 10. En bal op de eigen 25-yard-lijn. Eerste aanval van de Black Angels in deze helft.
draait op niets uit. Was nogthans veelbelovend. Begonnen Hartman met de run. En Dosunmu meteen met de tackle. Geen terreinwinst. De bal die blijft op de 25-yardlijn liggen. We krijgen een tweede poging en 10. Ik denk dat de coach van de Tigers nu ook wel denkt van kijk, het is duidelijk dat de Black Angels dat die wel risico's nemen, dat die blijven die diepe passes gooien. Dus laat ons gewoon maar balcontrole doen. We staan voor. En dat houdt het voor ons interessant, want als het een one-score game blijft, kan het natuurlijk nog steeds alle kanten uit. Dat is juist. Kontos opnieuw met de handoff. Opnieuw Hartman, opnieuw Dosunmu. Zelfde resultaat. Ook Banza komt zich nog even in de discussie mengen. En hij zorgt ervoor dat Hartman zeker geen extra terreinwinst weet te boeken. Opvallend. Twee running plays na elkaar om een aanval te beginnen voor de Tigers. Dat is ook de eerste keer in deze wedstrijd dat dat gebeurt. Ja, maar wat ze zien is, de Angels hebben nu 3 intercepties gegooid. Zij hebben er 1 gegooid. Zij denken waarschijnlijk, degene die nu de minste fouten maakt in de rest van de wedstrijd, die wint hem. En ja, dan neem je geen risico's. Zo gaat dat meestal, hè? Ja. Ja. Dat is een keiharde logica. Ja. Het enige wat de Tigers natuurlijk als probleem kunnen hebben, is hun punt. Ja. Dat is al een paar keer heel close geweest. Dus, slecht afgelopen. Ja, ja. Is al 1 keer geblokt geweest. Nu een derde poging en 10. Alisson in motion en problemen. En de sack. Wel een flag on the play. Snap. Niet zo goed vertrokken bij de center. Waardoor Kontos enkel maar op die bal kon vallen om zeker geen balverlies te leiden daar. En center, dat is Oussama Karmoun. En ook nog een illegal shift. Ja, 2 spelers in beweging. Ik denk dat ze terug gingen proberen om zo'n trickplay te doen. Want ik zag daar het nummer 16. Dat is Rayan Abdellaoui. Die kwam ook achteruit gelopen. Hier zien we hem staan. Om dan die paas te gooien, net zoals ze dat in de eerste helft gedaan hadden. Ja. De aanval en de paas die dan uiteindelijk zorgden voor die touchdown van de andere Abdellaoui. Je mag niet vergeten, de Brussels Tigers die hebben al kampioenschappen gewonnen met 1 trickplay. Ja. Dat is 1 play die goed lukte. Correct. Dus ze hebben wel het geduld. Maar kijk, dit zijn van die kleine foutjes natuurlijk. Ja. Die shotgun snap is toch altijd gevaarlijk. En ondertussen hebben de officials laten weten dat er geen derde poging komt. En 14 of 15. Maar dat de penalty declined is. Dan zou die bal terug daarin bij de eerste downmarker moeten gelegd worden. Voor een 4e poging en 10. En dan zal er wellicht gepunt worden. Ja, dit keer zou ik toch de returner... Zou ik toch de returner aanraden om de bal te vangen en niet te laten botsen, want hier kun je echt wel field position binnenhalen. Ja, Xavier van Kouter, billen samengeknepen voor die punt opnieuw. Flag on the play. Staan er te veel Tigers op het veld misschien? Weer 5. Nee, 1, 2, 3, 4. Ze hebben al enkele keren in de backfield te veel mensen gehad. Er staan 12 man op het veld. Er staan 12 Tigers op het veld. Zo zijn de billen van Kouter samengeknepen dat ze een extra man op het veld gezet hebben. Ja. En dat is natuurlijk... Ik heb het al gezegd, in België hebben de mensen de kans niet om 60 keer per week te trainen. Hè. Het is, en dan heb je die kleine foutjes. 12 man op het veld. Opnieuw word je achteruit gesleven. Ja, nu een 4e poging en 20. Ja, en die bilspieren worden nu extra op de proef gesteld natuurlijk, want hij staat met zijn rug tegen de eigen eindzone. Hier een foutje zou meteen zwaar betaald kunnen worden. Oeh, met 3. En dan een heel korte punt. Maar die heeft dan toch wel gelukkig voor de Tigers weer die goede bots die erin zit. Waardoor die buiten de lijnen gaat op de 43-yardlijn van de Tigers. Maar opnieuw een flag on the play. Het zou wel eens kunnen dat die punt nog eens opnieuw zou moeten getrapt worden. Nummer 7 is tegen de punter opgelopen, zonder de bal te raken. Dus misschien krijgen we wel een running into the kicker. Want ze gingen met 3 Black Angels naar de bal. En als je ziet, nummer 7, Banza, die loopt tegen Van Kouter op. Ja, er was een overload aan de rechterkant. Even kijken. Kijk. Dat is eigenlijk niet nodig natuurlijk. Kijk, daar zie je het contact. Ja. En wellicht is dat vlagje geworpen. Running into the kicker.
Omdat die punter zich natuurlijk niet kan verdedigen op het moment dat hij die bal trapt. Dat moet je altijd proberen te vermijden. Je hebt gewoon geen excuus. Ja, het was geen zwaar contact natuurlijk, maar hij botste er wel tegen. En dus krijgen we opnieuw de punt. Offside on the defense, number 7. 5-yard penalty, re-kick. Het was wel Bonza die in de fout ging, maar een offside. Dus hij stond over de line of scrimmage wellicht. En dus krijgen we nu een vierde poging en 15. En practice makes perfect, zal Xavier van Kouter de punter denken. Maar nu drie keer op rij moet hij gaan punten. En opnieuw een hele korte, nog korter dan die van daarnet. Ja, je ziet echt wel dat hij totaal geen wind-up doet met zijn been om die ver te krijgen. Het is gewoon van, die moet hier gewoon vertrekken. Ja. En op die manier geeft hij dan de Black Angels een goede uitgangspositie. Opnieuw de 42-yardlijn van de Tigers, denk ik. Nee, wat zeg ik? Het is nog dichterbij, ja. Een heel slechte punt. De bal ligt op de 38-yardlijn van de Black Angels. Dus ja, hij kreeg 5 yards cadeau door die offside. Ja. En dan trapt hij hem nog minder ver dan daarnet. Als ik de Black Angels zou zijn, dan probeer ik gewoon in field goal range te geraken. Misschien die field goal te kicken. En dan zet je echt wel de Tigers onder druk. Want dan is het maar een field goal meer om erover te gaan. Nieuwe quarterback bij de Black Angels, Francis Nieuwfom. 20 jaar ervaring. Het eerste wat hij doet is de bal geven aan zijn running back. En dat is opnieuw Sam Bangamwabo. Ja, dan zitten we toch met een situatie. Ik heb niet gezien, ik denk niet dat de starting quarterback geblesseerd is. En dan betekent het dat de coach er gewoon voor kiest om de ervaren man daar te plaatsen. Omdat die 3 interceptions, ja, er was er misschien 1 te veel aan. Nu, in het gewone seizoen, het reguliere seizoen, is het geregeld gebeurd. Hè, dat Nieuwfom het tweede kwart of het derde kwart speelde. Ja. En dan wel dan terugkwam voor het vierde kwart. Maar, kijken wat het zal geven. In de finale wil je plaats niet afstaan natuurlijk. Het zal ook niet goed zijn voor het zelfvertrouwen van Noël natuurlijk. Ja, hij is wel snel, maar hij wordt opnieuw ingehaald door Fabien Kalala, die Sam Bangamwabo. Ja, wat hij doet is goed natuurlijk. Hij vindt de opening, hij volgt zijn blok, maar hij loopt natuurlijk oost-west. En dan, ja, wat krijg je? Je loopt dan uiteindelijk 20 yards en dan is uiteindelijk de winst is dan 2-3 yards. En zo kom je er natuurlijk niet aan je first down. Ik krijg nu een derde poging en 4. Center Jimmy Dupont boven de bal. Nieuwfom in de shotgunformatie. Krijgt de bal. En opnieuw de handoff en de run. En dan houdt Bangamwabo zich in. En dan zou je wellicht eens een half metertje tekort kunnen komen voor een nieuwe eerste poging. In plaats van voluit te gaan, zag je hem twijfelen. Ja, hier is het simpel. Hè. Alsjeblieft, laat onze Rudy Mwamba er maar in komen. Ja. En heeft die man die bal voor die 1 yard. Want die drive moeten ze nu kunnen blijven doen. Hè. Ja. Nu moeten ze scoren natuurlijk. Als je op zo'n positie kan beginnen op het veld, diep op de helft van de tegenstander, dan moet je daar punten kunnen uitpuren. Mwamba staat ook op het veld. Ja. Is trouwens ver familie van Patrice Magondo Mwamba, die ooit nog trainingcamps met de Broncos en de Chiefs van de NFL gedaan heeft. En hij krijgt inderdaad de bal. En dat lijkt mij ruim voldoende te zijn voor een nieuwe eerste poging. Ook nog een mooie spin toe van de weg. En als ik de tip mag geven aan de coach van de Black Angels. Mwamba rechts door het midden, links door het midden, midden door het midden. En laat hem maar doen tot hij geen adem meer heeft. Want dit is echt wel heel moeilijk om te stoppen. En die tip krijgt hij van een coach die hoeveel Belgian Bowls gewonnen heeft? 3 als headcoach en dan nog enkele als hulpje. Als ik hem was, ik zou luisteren. Maar het probleem is, hij hoort het natuurlijk niet. Nieuwe eerste poging en 10 na die run van Mwamba. Opnieuw de fumble en Nieuwfom. Die heel alert zich op de bal laat vallen. Nu, ik merk wel dat de snaps, dat die nu al, toch al 2-3 keer niet echt op dezelfde plaats zijn. En nochtans, het is enkel de quarterback die veranderd is, niet de center. Nee. Dus daar is toch iets aan de hand. Ja, maar die eerste slechte snap was met Noël als quarterback ook. Hè? Ja. Dus dus beide quarterbacks hebben nu de bal niet meteen goed onder controle gekregen of goed toegespeeld gekregen door Dupont. Tweede poging en 12.
En Jufom die de time-out vraagt. Blijkbaar een verdediging gezien die niet goed samengaat met de play die hij doorgekregen heeft van de coaches. En dus even naar de zijlijn om te overleggen met Romuald de Rie, de headcoach. Daar krijgen we hem in beeld. Ja, je ziet ook duidelijk, dit is natuurlijk de ervaring die Jufom heeft. Als hij ziet dat eigenlijk de defense die tegen hen staat, dat die te gevaarlijk is, in plaats van die interception te gooien of van misschien die play te doen die dan hen in problemen brengt, denkt hij even, ik ga overleggen met de coach. En dat is goed gezien van hem. Nog gespeeld voor de Bulls ook, Jufom. En speelde ook mee met de Belgian Barbarians in de eerste officiële interland van onze nationale ploeg tegen de Dutch Lions. Vorig jaar in augustus was dat. En trouwens kan ik meteen ook even reclame maken voor de Treasure Cup die op 22 augustus in Oostende gespeeld wordt. Daar krijgen we dan de derde officiële interland van de Belgian Barbarians. Zij nemen het dan op tegen Slowakije. Kick-off die is voorzien om 15 uur, dacht ik. Dus Treasure Cup in Oostende op het thuisveld van de Oostende Pirates op 22 augustus. Zeker niet te missen. En dan trekken ze naar Gdansk om daar op 12 september tegen Polen te spelen. En dan 7 of 14 oktober is er nog eens een interland tegen de Dutch Lions. Maar dan als kwalificatiewedstrijd voor het B-Europees kampioenschap. En opnieuw de run. Goed blok van Dosunmu. Maar niet goed genoeg. Want uiteindelijk is dat terug op Delaoui om de stop te maken. Op Banga Mwabo. En die kreeg daarbij de hulp van Edgar da Graça Gomes. De tweede Portugees op het roster van de Tigers. Nu wat je hebt is, het is third down en 7. Ik zou zeggen, kijk, we zien hier toch wel een goede run, goede blok gezet ook. Third down en 7, je hoeft ook niet nu in één poging die 7 yards te halen. Nee. Gebruik gewoon die twee pogingen. Denk er dan eens over na, zijn we dicht genoeg voor een field goal. Maar neem nu geen risico's, verlies de bal niet. De bal ligt op de 22 yard lijn. Bougon, de tight end in motion. Het is opnieuw Sam die de bal krijgt. En nee, dit gaat nergens heen. Wat een inspanning van Saidi Kikunda. Had enkel oog voor de bal. Volgde Banga Mwabo. En maakte dan de tackle in de backfield. Terreinverlies. En een vierde poging en 10. De kortste afstand tussen twee punten is de rechter. En je moet gewoon door het midden gaan. Je ziet, er wordt zeker goed geblokt aanvankelijk. Maar ze kunnen hun bloks niet blijven houden. En ja, die verdedigers van de Tigers staan er ook natuurlijk. En ze gaan een field goal proberen. Ja, Cody Shell probeert een field goal. Eigenlijk toch van op dezelfde afstand als daarnet. Ja. En dan, ja. Ja, de bal ligt nu zelfs bijna op de 25-yard-lijn. Dus het wordt een 41-yarder. En die gaat tussen de palen, denk ik. Even wachten op de armen. Jawel! Adrien Cody Shell met een 41-yard field goal. Brengt de stand op 8-6. En ooit hebben de Tigers zelf een Belgian Bowl gewonnen door enkel maar 3 field goals te trappen. Dat was tegen de Brussels Bulls 2 jaar geleden toen ze 9-0 wonnen. Dus wie weet, misschien is dit wel een voorbode voor de Black Angels. Ik wou je zeggen, het is zeker leuk voor de mensen die hier in het stadion zitten dat het tot diep in de derde quarter dat het een close game is. Maar nu als coach natuurlijk van de Angels moet je toch even nadenken over die tweede keer dat je dus die field goal niet hebt geprobeerd. Ja. En uiteindelijk, ik zou zeggen, Black Angels, blijf die bal runnen. Maak nu geen vergissingen meer op offense qua interceptions. En als je in de field goal range komt, dan kun je scoren. Ja. En je defense die moet het werk nu maar afmaken. Ja. Net zoals het eigenlijk al heel het seizoen gebeurd is. Ja. Hè? Ja. Ja. Het was zo ook tegen de Gent Gators in de wedstrijd die eigenlijk het Vlaams kampioenschap besliste. Toen waren ze nog beide ongeslagen, Gent en de Black Angels. Toen scoorde de defense 4 touchdowns. Ja. Cody Shell. Ja. Flag on the play. En die werd geworpen in de buurt van waar de returners stonden. En onze referee Jan Bogaerts vertelt ons wat er gebeurd is. Illegal substitution. 12 men on the return team. 5-yard penalty. Re-kick. Opnieuw 12 man op het veld bij de Tigers. Het is nogthans niet zo moeilijk, hè? Ja. Maar wat je hebt is, American football is a game of inches, dat kennen we. Dat gaat dus over hele kleine zaken. 12 mensen op het veld, daarnet bij de punten als het niet vergis, nu bij de special teams. Dat is telkens een paar yards die je afgeeft aan de ander. En dus de kick-off vanaf de 40-yard-lijn en niet vanaf de 35. Nu moet je juist opletten dat die bal niet buiten de lijnen gaat. En als een penalty, dat gebeurt ook niet. Ja, het
zit goed stretch op dat shirt. Een heel goede special teams play van de Black Angels. Dan was er wel de mogelijkheid eerst voor Feli Manoka Boka, excuseer, om die bal terug te lopen. Maar ja, hij vond de opening niet. Hij had misschien beter de fair catch genomen gewoon. Maar wat ik nu voel, Jurgen, is duidelijk een shift in momentum. Hè. Je ziet duidelijk, die Tigers hebben in deze helft nog maar 2 yards gehaald. De Angels die hebben er al een stuk of 40 gehaald. Met wat penalties natuurlijk. Maar kijk, schitterende kick. Ja. Bal wordt goed gevangen. En dan denk je, oké, er is wat opening aan de linkerkant. Er is nee, daar... gaat naar het midden. Ja, daar het is... Ja. Natuurlijk, als je afgesproken hebt, we gaan een middle return doen. Dan moet je natuurlijk als returner ook als eerste instep moet je naar het midden gaan. Hè? Ja. Laurence Flessis was de man van de Black Angels die daar als eerste bij Manoka Boka kwam. Toch even diep ademhalen. Eerste poging en 10. En de run. En Alisson off to the races. Nieuwe eerste poging en meer. En zo maakt hij meteen dat flatertje van de special teams goed. Thomas Alisson. Meteen voldoende voor een nieuwe eerste poging en zelfs nog wat meer. De Tigers hebben het gezien. Hè. Ze zien duidelijk dat het midden, daar zijn heel wat stevige mensen. Maar als ze de edge opzoeken, als ze die off-tackle doen, ja, dan die stevige kerels die komen natuurlijk soms af en toe eens een stap tekort. En dan kun je wel die edge opzoeken en ja, dan een first down dan op. Ja, en gemiste tackles ook veel te hoog inkomen. Ja. Maar ja, dan probeer je eigenlijk te grijpen wat er te grijpen valt, veronderstel ik. En hier hebben we Thomas Alisson, running back van de Tigers met de nummer 89. Ondertussen moet Rashidi Banza even het veld verlaten met een blessure. Waardoor de Tigers wat extra tijd krijgen in de huddle om te overleggen. Onder aanvoering van Marshall Contos, een 19-jarige Amerikaanse quarterback. Probeerde bij de Michigan State Spartans, maar ging daar vierde of vijfde quarterback zijn. Ging weinig aan spelen toekomen. En zijn headcoach van de International School of Brussels Raiders, die is ook op de coachingstaf van de Tigers. En die heeft hem toen voorgesteld van kom bij ons spelen. Dan doe je wat meer ervaring op, blijf je ook bezig met de sport. En hij hoopte om zijn coach hier nu een eerste titel te kunnen aanreiken. Want met de Raiders 4 keer in de halve finale geraakt, maar nooit de finale gespeeld of gewonnen dus. En daar wil hij bij deze verandering in brengen. De run zorgde voor 2 jaar terreinwinst. We hebben een tweede poging en 8. En opnieuw de run. En die gaat nergens heen. De fumble! Fumble! En wordt hij gerecupereerd door de Black Angels? Of was er al afgefloten? Veel te vroeg afgefloten volgens mij. Want die knie was nog niet op de grond. De bal kwam dan los. Maxime Simon moet die uit de handen getrokken hebben. En nu eens kijken wat de beslissing wordt van de officials. Ik hoorde een fluitsignaal, maar dat kan evengoed uit de tribune gekomen zijn natuurlijk. Progress will stop, so it's third down, not the fumble. Oké, geen fumble, want er was geen mogelijkheid meer om terreinwinst te boeken voor de running back. This is the end of the third quarter. En op die manier werd dan maar het spel afgefloten. En dat zullen we hier nu te zien krijgen. We zijn ondertussen ook aan het einde van het derde kwart gekomen. Ja, de running back wordt eerst gestopt. Wil dan die extra effort doen, maar dan niet genoeg de bal beschermen. En inderdaad, ja, het is toch moeilijk om uit te maken zeker op deze beeld, want volgens mij ging hij nog vooruit. Ja, ja, ja. De forward progress leek helemaal niet stopt, want hij kwam uit die tackle. Wij hebben natuurlijk geen instant replay. Wij wel, maar de officials niet natuurlijk. Dus het is een judgment call. En dus einde van het derde kwart. Dan hebben we nog 1 kwartier te spelen in deze Belgian Bowl. Met een 6-8 stand in het voordeel van de Tigers. En op die manier blijven de Tigers natuurlijk ook in balbezit. Krijgen zij een derde poging. En is het nu aan de verdediging van de Black Angels om de Tigers te stoppen en de bal terug aan een offense te geven. Ja, we zien dat beide defenses toch wel stevig zijn. En het lijkt een beetje op een boxmatch waar geen enkele van beide de knockout doet, maar wel heel veel bodyblows. Ja. En we zullen zien wie het langst volhoudt natuurlijk. We krijgen een derde poging en 9 voor de Tigers. Bal op de eigen 29-yardlijn. Thank you.
publiek dat massaal achter de verdediging van de Angels gaat staan, zoals u misschien kan horen. Kontos met de dropback, Kontos met de pass en de onderschepping! Onderschepping van de Wielen en van de Wielen gaat naar de eindzone. Nog steeds van de Wielen. En dan nog de flag on the play. Die komt er nog achteraf bij waarschijnlijk. Maar Van de Wielen met de onderschepping. En op die manier de Black Angels terug in balbezit. Tweede onderschepping voor de Tigers. En die zou wel eens cash betaald kunnen worden. En dat was de offensive lineman die waarschijnlijk met te veel geweld de tackle maakt op Van de Wielen. En nog een personal foul zal tegenkrijgen. Dat wordt dan wellicht een half de distance to the goal line. En dan ja, hebben ze hem maar bijna binnen te wandelen, die bal. Maar eerst nog even die onderschepping. Kontos, ja, met tijd nogthans. Er staan heel wat mensen in de box en dan zie je duidelijk dat de safety onmiddellijk ziet waar de bal komt. That's half distance to the goal. First down. Ja, het is inderdaad die face mask bij de tackle op Van de Wielen. En nog eens half the distance to the goal. Dat wil zeggen dat de bal nu op de 6-yardlijn komt en we daar een first and goal krijgen voor de Bristol Black Angels. En hier hebben we Van de Wielen, de man van de onderschepping. First and goal. En laat ons er maar de 5-yardlijn van maken. Njefom. Mangamwabo, gestopt. 1 jaar terreinwinst misschien. De stop die werd gemaakt door Simoes. Kom aan, jongens, de man van de twee onderscheppingen voor de Tigers. Breng Mamba erin. Word jij zijn persoonlijke fanclub of zo? Nee, maar als ex-coach frustreert het mij dat je gewoon niet de simpelste oplossing zoekt. Ja, dus zoals hij zelf zei, het kortste weg tussen twee punten is gewoon rechtdoor. Ja, ja, ja. En ze proberen continu links of rechts, ja, en gewoon over het midden. We zijn ook vierde quarter, Jurgen. Ja. De defense is ook moe aan het worden. Ja. Tweede poging en goal. Het is de Kaluwe nu. De Kaluwe naar de eindzone. De Kaluwe, touchdown lijn bij. Of is hij gestopt op de 1-yardlijn? Het is op de 1-yardlijn. Hij liep tegen zijn eigen blokker aan. Als die aan de kant gaat, dan valt hij in de eindzone. Maar dus 1 yard komt de Kaluwe tekort. Ja, je ziet ook natuurlijk, ze doen een shotgun op de 3-yardlijn. Dan verlies je natuurlijk al een paar yards en dan moet je die opmaken door natuurlijk je blokker te zoeken. Nu je blok van Mwamba, kijk, inderdaad. Ja, dan ja. Loop je tegen zijn eigen blokker aan. Ja, maar dat gebeurt. Ik bedoel, de blokkers die proberen natuurlijk hun best te doen. Maar door die shotgun, dan sta je met elkaar weer 3-4 yards verder. Dus je kunt het ook gewoon als snap doen onder center. En ik denk dat het nu zo wel zal gebeuren, ja. Ja. Met Mwamba naast zich. Of houdt hij hem zelf? Je houdt hem zelf. En met wat hulp van zijn vrienden raakt hij in de eindzone. En Francis Njefom scoort een 1-yard touchdown run. En zo komen er 6 punten bij voor de Black Angels. En kijk naar De La Fuente. En Njefom, ja, hij blijft er cool onder, heb ik de indruk, de quarterback. Denkt gewoon, ik heb mijn job gedaan, meer is het niet. Volgde het blok van zijn center, Jimmy Dupont, die je hier in beeld ziet lopen. Hij scoort op die manier de 6 punten, 8-12. En het extra punt, dat moet er nog aankomen. We moeten eerlijk zijn, Jurgen, de gok van de coach van de Angels om zijn quarterback te vervangen en ervoor te zorgen om geen turnovers meer te hebben, die is gelukt, want Tom heeft gewoon de bal kunnen houden. Oh, en toch nog de trap. Ja, en het extra punt, dat komt erbij, denk ik. Jawel. Cody Shaw, de man met ijs in de aderen. Die snap, die holt, die gaat verkeerd. En toch kan hij de bal nog tussen de palen trappen. En zo geeft deze team opnieuw 5 punten voorsprong. 13-8 is een nieuwe tussenstand in het voordeel van de Black Angels. En we zagen het daarnet in de derde quarter, op het einde van de derde quarter. Ja, kleine foutjes van de Brussels Tigers. En plotseling voelden we het momentum veranderen. En dan natuurlijk die interception. Ja, en je moet als quarterback in de Belgian Bowl, dan moet jij niet natuurlijk degene zijn die probeert alles zelf te doen. Maar die intercepties die waren er te veel aan. Ja. En inderdaad, ja, kijk, dit was het de kortste afstand. Hè. Ja, gewoon rechtdoor. Ja. En dan nog met een duwtje in de rug van de Kaluwe. En zo ging je van over die doellijn. En dan het extra punt van Godichel nog eens, waar je ziet dat die hold van Bougon de mist in gaat, of toch bijna. En dan net op dat laatste moment. En dan zie je dat witte shirt nog op hem afstormen, maar toch trapt hij die bal tussen die palen door. En 13-8, de nieuwe tussenstand. Hey. Yeah.
Maar dan zie je toch hun special teams, de kicks, de punts, de extra points. Dat doen ze heel goed. Nieuwe returner voor de Tigers, Amu. En Mohamed Amu. Nog steeds Amu. En dan wordt hij door Godichel naar de zijlijn gedreven. En gaat hij buiten de lijn op de 50-yard-lijn. Nu, er is zo'n gezegde in het American football. It ain't over until the fat lady sings. Ze heeft nog niet gezongen, laat ons duidelijk zijn. We hebben nog heel wat speeltijd over in het vierde kwart. Zolang er 2 seconden op de klok staan en je hebt de bal, dan kun je nog scoren. Goeie return van Amu trouwens. Ja hoor, er wordt duidelijk heads-up geblokt en hij zoekt de zijkant op. En eigenlijk kon hij zelfs hier nog een stapje naar binnen doen, maar hij dacht, ja, ik heb al genoeg... Als je zijn gestalte ziet tegenover die van Godichal, ja, ja. Ik weet wie het meeste pijn ging hebben als ze tegen elkaar liepen. Eerste poging en 10. Bal op de eigen 47-yard-lijn voor de Tigers. Goeie dump-off pass naar Hartman. Flag on the play ook. Hartman wordt gestopt. Kontos kwam onder druk. Hier krijgen we nog eens de play. Kontos onder druk. Maar een holding penalty ook. 10-yard penalty from the previous spot. Replayed it now. U zag inderdaad de holding penalty. De verdediger werd aan de arm getrokken door de offensive lineman. En dat is een 10-yard penalty. Het blijft first down. Maar er komen wel 10 extra yards bij. Eerste en 20. De Tigers zullen toch wel even moeten hergroeperen en wat kalm blijven. Want die extra penalties en zo, die zorgen er telkens voor dat je die yards moet ophalen. Wat mij dan verwondert, is dat ze in de eerste helft nemen ze al in het eerste kwart 2 time-outs. Nu gaat het moeilijk en nu hebben ze nog geen enkele time-out genomen. Terwijl het nu toch wel kan en nodig lijkt te zijn. Ja! Yeah! En daar hebben we het antwoord. Wat een catch! En wat een pass van Kontos. En het is opnieuw dat nummer 29, Gilles de Saver, zijn 5e catch in deze wedstrijd. En als hij zijn evenwicht niet verliest, dan is hij helemaal naar de eindzone volgens mij. Ja. En nu moet ik wel zeggen, we hebben al enkele keren gezegd tegen die quarterbacks, waarom die risico's nemen, waarom die diepe passes. Hier was het echt wel duidelijk. Snap, even de look-off. En dit is wat we willen zien van een quarterback. Dat hij niet onmiddellijk naar zijn eerste receiver kijkt. En hier dan, ja, dat was de verdediger van daarnet die de interception maakt. Die laat zich even in de wind zetten en kijk. Kontos heeft de arm strength, dat hadden we eerder in de wedstrijd al gezien en dat wordt hier nu nog eens bewezen. Meteen een eerste poging en 10 op de 25-yard-lijn van de Black Angels. En Kontos opnieuw met de pass, Hartman. En Hartman, ja, die gaat nergens heen, dat is terreinverlies. Dosunmu die goed stond op te letten en die de tackle meteen weet te maken. En dat is meteen een 3 jaar terreinverlies. We krijgen dus een 2e poging en 13. Ja, de Angels zitten natuurlijk met het probleem dat ze met een field goal er niet bij komen. Ze moeten dus een touchdown scoren, vandaar iets meer druk. Opnieuw goed gedaan door de quarterback. Die kijkt eerst naar de rechterkant, dan pas naar de linkerkant. Maar het ging iets te traag in feite. Ja. En dat hebben we nogal een paar keer gezegd bij offensive plays van de Tigers in deze wedstrijd. Ja. Het moet sneller. En nu nemen ze dan toch een time-out. En we hebben nog 8 minuten te spelen in deze wedstrijd. En dat zijn ook de punten die de Tigers hebben. Maar scoren ze nu een touchdown, sowieso met de 6 punten erbij, komen zij dan op 14. Maar ze zitten momenteel nog maar op de... Ze waren op de 25-yard-lijn, dus ze zitten op de 29-yard-lijn van de Black Angels. Terwijl we ondertussen ook een Sint-Niklaassen wave krijgen hier in het Puinbeekenstadion. De sfeer zit er goed in deze Belgian Bowl. En hier krijgen we nog eens van Kloos de touchdown van Francis Nieuwfond, de quarterback van de Black Angels. Die op die manier de Vlaams kampioen op voorsprong brengt in deze Belgian Bowl. Daarna komt nog dat extra punt van Godichal, waardoor het nu 13-8 staat in het voordeel van de Black Angels. Flag on the play. Het zal een false start zijn waarschijnlijk. Dead ball, false start. Nummer 89, moving forward. 5-yard penalty, replay. Thomas Allison die begrijpt het niet. Maar referee Bogaerts vastbesloten. False start tegen het nummer 89. Hier komt de herhaling. Dat is eigenlijk net iets te laat.
Maar er waren inderdaad twee spelers die in beweging kwamen voor de bal gesnapt werd. Ja. Dus hij had er eigenlijk twee kunnen aanduiden. En het zag er een goede play uit, want het was een play-action fake. Er was zeker iemand open, dus dit moeten ze zeker nog eens opnieuw doen. En waar ik daarnet zei, ze nemen geen time-outs, of ze hebben er al geen genomen. Nu nog eentje. Ja, kijk. This is their last time-out in the game. Ja hoor. Net voor de bal gesnapt wordt, gaat de laatste man, Alisson, komt hij in beweging. Goed gezien van de ref. Het scheelde niet veel, maar voldoende. En daar zit je ook het Belgische vlagje op de helm van Abdellaoui, een van de Belgian Barbarians. En dit lijkt dan de defensive coordinator te zijn. Dan was dat Cyril Bouron. Zijn verdediging zal stand moeten houden. Met onder andere deze Rachidi Banza. Nanye Fon, de man met de meeste ervaring bij de Black Angels, 15 jaar. En deze Alexandre de Koning, coach van de Tigers, 27 jaar speler in de BFL. De pass en de catch, maar heeft zich wel afgeduwd. En er komt geen vlagje. Amou duwde zich duidelijk af op de receiver, op de verdediger. Ja, je hebt gelijk, Jurgen. Maar Israël Melendez houdt de vlag op zak. Ja, dit was eigenlijk een offensive penalty. Nog even bekijken. Dus we zien opnieuw die play-action fake. Goed, dan weet hij dat het een up-and-out is. En kijk, daar zie je het afduwen. Ja, ja. De geplooide armen van de receiver die zich strekken tegen Serfontein. Het probleem dat je had is dat Serfontein zijn arm ook wat uitgestrekt was. En dan is er natuurlijk wat verwarring. Wie duwt nu wie? Maar het was eigenlijk wel duidelijk. Maar in elk geval een heel mooie catch van Amou. Laat dat duidelijk zijn. En die zorgt voor een eerste poging en 10 op de 9,5 yardlijn. First and goal! En Amos is het. De quarterback die nu als running back gebruikt wordt. En hij wordt gestopt. Even verwarring bij de Black Angels, want daar ging een zee open voor het nummer 12. Ja, je ziet duidelijk, de Angels die zijn nu natuurlijk zich aan het opstellen aan die buitenkanten, aan die receivers, omdat het de ene pas naar de andere is. En dan toch die run over het midden. Ja. En dat is American football natuurlijk. Doe je wat er verwacht wordt of doe je het omgekeerde? En dat is niet altijd simpel. Dosunmu met de game-saving tackle. Of de touchdown-saving tackle, moet ik zeggen. En nu nog eens de run. En opnieuw, flag on the play. Martin Amos in de eindzone, maar die flag, hopelijk voor de Tigers, is dat geen holding penalty. Want dan komt hij onherroepelijk terug. Even wachten, overleg is er geweest met de officials. En hier komt Jan Bogaert. Holding on the offense, number 76. 10-yard penalty, replay. En het was inderdaad de holding, dus de touchdown die gaat uit de boeken. Heeft er nooit in gestaan eigenlijk. En het is een trend, Jurgen. We hebben heel wat holding gezien. Ja, inderdaad. We hebben heel wat holding gezien van de Tigers. En dan op zo'n cruciaal moment toch weer die penalty doen. Je zag het, nummer 76 op nummer 66. Reda Franken die werd vastgehouden door Amos Laoe. En dat zorgde er eigenlijk voor dat Amos die ruimte kreeg om naar de eindzone te lopen. Dus nee, nu de bal op de 18-yardlijn na die penalty. En toch nog maar eens lopen. En daar komt dan nu dat duffertje uit het doosje. Maar hij is wel beter als wide receiver dan als running back, duidelijk. De Kaluwe met de stop op Gilles de Saver. Ja, het is moeilijk als je dit wil doen tegen de Black Angels. Die echt wel die contain doen, die heel goed die lines scrapen en ervoor zorgen dat ze mee blijven lopen met de runner. Hier zien we het. Ja, die komt natuurlijk van de andere kant. Daar ben je al 3 seconden voorbij. Je bent eigenlijk nog niet uit de backfield. En dan natuurlijk zijn de Angels daar. Hè. Ik had eigenlijk gedacht dat hij de bal eventueel nog zou gooien. Ja, zoals ze gedaan hebben bij hun touchdown in de eerste helft. Ja. 5 receivers. Dan verwachten we een pass. Ja, en hier zie je dan de andere kant. Hier werd de receiver ook geduwd. En Melendez houdt ook hier het vlagje in de hand. Ja, in de zak. Geen penalty, 4e poging. En goal, de bal die ligt op de 13-yardlijn. We hebben al een paar keer gezegd dat Kontos die diepe passes toch wel echt goed gooit. Hier moeten we toch zeggen dat dit
overthrown was. Dit was zeker geen goede pass van de quarterback. Nu, Amu kon niet doorlopen door dat contact met de verdediger. Maar hij, ja. Ja, hou je die bal op de numbers, dan is het touchdown. Dan is het touchdown. Opnieuw 5 receivers. Vierde poging en ze gaan ervoor. En Kontos loopt zelf, maar is niet snel genoeg. En dat is een incomplete en daar zou nog eens een penalty kunnen bijkomen, want hij was over de line of scrimmage volgens mij. En daar komt de vlag. Sowieso een incompletion, maar volgens mij was hij al over de line of scrimmage gelopen. En als je dan nog een pass gooit, ja, dan heb je nog een penalty tegen. En die zal wellicht gedeclined worden door de Black Angels, want het was een vierde poging. En dan krijgen zij de bal meteen turnover on downs. Ja, en als quarterback, het was eigenlijk goed gezien. Ze spreiden de defense uit, 5 receivers. Dan weet hij, als iedereen gecoverd is, zet ik het zelf op lopen. Ja. Maar dan, als je dan toch nog beslist om eventueel te passen, moet je achter de line of scrimmage zijn. Dus ja. Hij probeert natuurlijk die wedstrijd hier uit de brand te slepen. Alle ogen opnieuw gericht op Jan Bogaerts. Illegal forward pass. The quarterback had crossed the neutral zone. Penalty is declined. First down, Black. En inderdaad, Kontos was over de line of scrimmage toen hij die bal gooide. En dus zou het een penalty geweest zijn, maar we hadden dus een vierde poging. En ja, de Black Angels, heel zinnig, aanvaarden die niet. Hier zie je het nog eens. Hij zit al in de buurt van de 5-yardlijn, denk ik. En hij begon op zijn eigen 12-yardlijn. Dus daar mocht hij niet overgelopen zijn. Turnover on downs, eerste poging en 10. En nu maar lopen met die bal, zou ik zeggen. De Kaluwe krijgt hem in elk geval. Goed blok van Mwamba. En dat is een goede 3-yard terreinwinst voor de Black Angels. Ja, nu hoef je inderdaad geen risico's te nemen. We krijgen zelfs een tweede poging en ja, 7 zullen we maar zeggen, 3 jaar terrein is voor de Kaluwe. Ja, en als hij Mwamba aan de ene kant laat blokken, aan de andere kant af en toe eens de bal geven, dan moet het lukken. Hè. Maar ik zie dat hij ook al veel op defense heeft gestaan. En ja, dat is toch wel vermoeiend. Daar is Mwamba. En met de opening en nieuwe eerste poging, denk ik wel. Nu sowieso, als ze blijven lopen met de bal, blijft de klok ook lopen. Ja. Natuurlijk wordt hij wel iedere keer stilgezet als ze een first down halen. Maar de Tigers hebben al een time-out genomen. Ja, hebben er maar 1 meer over, denk ik. Dus, Kijk, je ziet het duidelijk. Hè. Iedere defense heeft het daar moeilijk mee. Je moet die man dus wel kunnen te pakken krijgen. En als je hem dan hebt en hij valt vooruit, dan heeft hij nog 3-4 jaar. Ja. Het is inderdaad een nieuwe eerste poging, zoals ik zei. 13-8 en de Tigers hebben al hun time-outs al gebruikt, dus ze kunnen de klok in principe niet meer stoppen. Opnieuw Mwamba. Wow! En dan springt hij op Reda Franken. Zijn offensive lineman die daar al lag, maar hij kwam wel vrij uit die eerste tackle. En door vooruit te springen weet hij nog wat extra terreinwinst te boeken. Dan krijgen we een tweede poging en 7. Inderdaad, dat eerste impact, eerste contact, daar komt hij bijna altijd door. Gelukkig was er nog iemand die aan zijn been hing. Reda Franken, dat is de man die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat Black Angels hier zijn. Want er was een fumble van Kevin Noël in de halve finale in de eigen eindzone. Geforceerd door Nick Van Hey, die Franken wist op te rapen, een tackle wist te breken en 10 yards wist te lopen voor een nieuwe eerste poging bijna. En dat was toen meteen de backbreaker in die halve finale. Ja, spijtig natuurlijk voor de Pirates. Ze verloren hun quarterback al in de eerste quarter. Ja. De backup quarterbacks proberen dat natuurlijk recht te trekken, maar dat is niet gemakkelijk. En hier zie je het opnieuw. Hè. Je haalt 4-5 yards door het midden. Laat ons weer off tackle lopen. Boom. En dan maar 1 yard. Bangamwabo. Derde poging en 6. De sfeer zit er nog altijd goed in hier in het Puinbekenstadion. Offense tegen defense, ook bij de supporters. Fumble! Maar Bangamwabo weet de bal zelf te recupereren. Net alsof je aan de zijlijn staat, Frans. Ja. Ja. Zo roep je. Ja, het is gewoon... We zien het gebeuren. Ja. En nu, je hebt natuurlijk... Het is wel zo dat... ik vind dit opnieuw toch een klein foutje. Omdat je, als je de handoff wil geven...
aan de rechterkant, dan is het gemakkelijkst als je gewoon ook rechts draait. Hè. Ja. Je draait hier links, je moet helemaal pivoteren. En dan is die timing een beetje off. En hier heb je natuurlijk het probleem dat Francis Niffon dit jaar niet zoveel de quarterback was. En dan heb je zo ook die connectie niet. En dus krijgen we een punt. Vierde poging en zes. En Godichal, oeh. Dit zien we niet vaak gebeuren van Adrien Godichal. De punt rechtstreeks buiten getrapt. En zo komen de Tigers in balbezit op de 43-yardlijn van de Black Angels. Hiermee heeft hij zichzelf en de rest van de verdediging zeker niet geholpen, Godichal. Iedereen kan wel eens een foutje maken, maar deze zou wel eens extra pijnlijk kunnen worden natuurlijk. Ja, ja. En dan hebben we toch gezien vandaag af en toe die penalties. Af en toe een breakdown of special teams. En dan zegt iedereen offense en defense als American football. Maar die special teams die lijken natuurlijk ook belangrijk. Zeker ook omdat die geblokte punt in de eerste helft is door de Black Angels. En hij raakt hem volledig verkeerd. Ja. Probeerde waarschijnlijk effect op die bal te steken, zodat het moeilijker zou zijn voor de returner om die bal dan op te vangen. En lopen met de bal. En kijk eens, Maxime Simon, de safety in de backfield van de Tigers. Maakt meteen de stop. Op Thomas Alisson. Geen terreinwinst. Wellicht zelfs een jaar terreinverlies. En een tweede poging en 11. Ja, hier wel under center. Ja, kijk, de defense. Ze staan met 7 mannen in de box en dan zijn ze terug bij. En ik wil ook wel zeggen, de Tigers offensive linemen. Ja, die beginnen iets van hun blokkenkracht te verliezen. Ja, nog 2 minuten te spelen in deze wedstrijd. De 2-minute warning hebben we net gehad van onze referee. Dus als de Tigers deze Belgian Bowl 28 willen winnen, dan zullen ze het nu moeten doen. Die bal werd gevangen, maar veel terreinwinst levert het niet op. De bal tot op de 39-yardlijn. Nu het voordeel voor de Tigers. We hebben maar 2 minuten meer. Die time-outs zijn er niet meer. Ze kunnen nu wel 2 downs gebruiken om ze te geraken. Ze hoeven niet die 7 yards nu zomaar in 1 keer te hebben. Maar ze moeten die first down wel halen. Ja, waarom die wide receiver niet dichter naar de bal komt, die wacht gewoon. Dat is eigenlijk vragen om onderschept te worden. Maar uiteindelijk maakt Alisson de catch toch. En zorgt hij voor een 3e poging en 6. Spanning ook in de tribunes. Pas van Marshall. Kontos wordt niet gevangen, maar er ligt ook een flag on the play. En zou dit een roughing the passer kunnen zijn? Want dan krijgen we 15-yard penalty tegen de Black Angels. En een automatische nieuwe eerste poging. Of was het opnieuw een holding penalty? Even kijken naar de herhaling. Hier komt in elk geval de pas van Marshall Kontos. Ja, en dan, ja, had hij... De receiver kijkt ook niet naar de bal, veel te laat. Roughing the passer, number 74. That's a 15-yard penalty, automatic first down. Ja. Ja, ja. Bart Meijs komt daar ingevlogen. U zag het, de bal was al vertrokken. En dan kwam hij nog heel hoog met de arm, waardoor Kontos tegen de grond ging. Raakte hem in de buurt van de nek. Ja, de veiligheid van de spelers gaat natuurlijk voor. Dat is een personal foul penalty, 15 yards. En meteen een automatische eerste poging, waardoor de bal op de 25-yardlijn van de Black Angels gelegd wordt. Ja, je kunt verwachten dat er kan misschien wel nog een run komen, maar je kunt eigenlijk al verwachten dat dit nu passes zullen zijn. Dus ja, de Angels die zullen toch wel een of twee mannetjes meer in die defensive backfield moeten plaatsen. Ja. Nee, er is een linebacker nu. Komt als onder center en... Oh! En Abdelawi, de bal gaat door zijn handen. Ze probeerde opnieuw de play die net aan de touchdown vooraf ging. Ja. Maar Abdelawi laat de bal nu door de handen gaan. Ik had de indruk dat hij aan het kijken was naar zijn receiver waar hij naartoe moest gooien voor hij de bal vast had. Misschien zien we dat in de herhaling. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Hij zag ook natuurlijk nummer 53 afkomen. Ja, Simon was daar ook al. Nu, als ik de Black Angels zou zijn, dan plaats ik toch wel 5 defensive backs erop. Ik zie dat ze nog altijd hun defensive linemen hebben en hun linebackers. Ik zou een extra defensive backer opplaatsen. En dan denkt u nu misschien van waarom krijgen we nu een 2e poging en 15. Wel, de bal die ging achteruit. Dus was het eigenlijk een fumble die buiten de lijnen gegaan is en geen incompletion. Was de bal vooruit gegaan. Ja, maar dit mag niet, jongens.
Waarom is Abdelawi daar de bal aan het vragen? Dat moet een voorwaartse paas worden, dan mag je hem nooit opnieuw vooruit gooien. Hij wil echt deze wedstrijd beslissen, Rayan Abdelawi. En daardoor heeft hij een slechte invloed op zijn jongere quarterback, heb ik de indruk. Ja, het kan ook zijn natuurlijk dat dit eigenlijk niet te blij was. Het kan ook een outlet geweest zijn, dat hij gewoon niemand diep open zag en dat hij dacht, oké, ik ga hem hier dan dumpen. Maar ze hebben nog twee pogingen om 20 yards te halen. Ja. Kontos, heeft hij tijd om te passen? Ja, maar dan gooit hij in de grond. En al heel de wedstrijd diepe passes gegooid naar Gilles de Saver. En nu dat het nodig is, doen ze niets. Doen ze het met korte passes. Ik merk ook dat op de rechterzijde Amu bijna telkens single covered wordt of open is. Dus ik zou toch wel misschien een kleine pump fake doen en dan die Amu proberen te vinden. Ja. En waarom? Alisson al op de grond gaat liggen om die bal te vangen. Hij weet toch ook dat hij de eerste poging niet heeft. Ziet er een jonge speler uit en dan maak je natuurlijk sommige beslissingen. Ervaring telt ook in het jaar. Het is het eerste jaar natuurlijk. Ja. 11 seconds remaining in a game. Tweede time-out genomen door de Black Angels. En ondertussen zie ik dat Alexander de Koning zelf het veld opgekomen is met het nummer 34. 27 jaar ervaring dus. Zou waarschijnlijk een van de langstdienende spelers zijn in de BFL of de BAFL momenteel. Speelde zelf quarterback, maar ik heb hem eigenlijk nooit echt diepe passes weten gooien. Dat was niet nodig, hè? Ja. Nee. Hij kende het spelletje goed, de korte slants, outs en zo. Dit is de play van de Belgian Bowl. Ja. Vierde poging en 20. Vierde poging en 20. Misschien wel vierde poging en oneindig. Voor de Tigers. En hier zitten we, Carmelo. Alexander de Koning mee in de backfield. Hij kan dus ook wel een balletje gooien. En dat kan Rayan Abdelawi aan de andere zijde van Kontos ook. Dus drie mogelijke quarterbacks. Maar ze wordt enkel gebruikt om te blokken. En daar de pass. Emos, nee. Incomplete. Geen flags on the play. Deze wedstrijd is gespeeld. De Brussels Black Angels winnen voor het eerst in hun geschiedenis een Belgian Bowl. Enkel nog opletten voor excessive celebration. Of was het meteen de laatste play? Nee, toch niet. De bal wordt nog gelegd. Er moet nog gespeeld worden natuurlijk. Eén keer waren ze Belgisch kampioen, de Brussels Black Angels. Maar Belgian Bowl 16 werd toen niet gespeeld omdat de Tournai Cardinals gedisqualificeerd werden. En de andere wedstrijden, alle andere Belgian Bowls hebben ze verloren op het veld. Ja, quarterback had tijd om te gooien, ook in de juiste richting, 1-1. Maar receiver verliest de bal uit het oog. Ja. En hij hield zich ook in. Ja. Waarschijnlijk om de bal te zoeken. Ja, hij was voorbij de cornerback. Ja. En je ziet ook in de eerste helft 120 yards voor de Tigers, tweede helft maar 55. Ja. De Angels hebben maar evenveel offense zoals in de eerste helft, maar ze hebben nu de Tigers echt wel gestopt in de tweede helft. Ja. De laatste seconden zijn van de klok en de Brussels Black Angels die winnen biconline.be Belgian Bowl 28. En dat zou ook wel voor Chantal Krabbeels, de General Secretary, een hele opluchting zijn. De hele week al was ze ook van de zenuwen. Op haar Facebookpagina postte ze nog een foto van een kikker in Zen. Maar moest ze zelf posten van, eigenlijk ben ik het niet. Maar kijk, 13-8. En wat een wedstrijd hebben we gehad. Dit is echt wel reclame voor ons American Football in België. Spannend tot het einde. Ja, wat we ook hebben is, offense wint wedstrijden, defense wint kampioenschappen. Ja. Dat is vandaag duidelijk gebleken. Misschien nog even de scores overlopen. In het eerste kwart werd er gescoord door de Black Angels. Een 32-yard field goal van Adrien Godichal. Daarna was er in het tweede kwart de touchdown run van Abdelawi van 4 yards voor de Tigers. En de pas van Kontos naar Amu voor de 3-8 voorsprong. Tweede helft, 41-yard field goal van Godichal in het derde kwart voor de 6-8. En daarna de 1-yard touchdown run. Na de onderschepping van de wielen van Francis Nieufom. Het extra punt van Godichal was ook goed.
En op die manier werd het 13-8 voor de Brussels Black Angels. Die voor de tweede keer in hun geschiedenis Belgisch kampioen zijn. Maar het is voor de eerste keer zelf op het veld behalen. En ja, Francis Nieuwfong. Hij verving Kevin Noël in de tweede helft. En met zijn ervaring bracht hij rust in het team, zullen we maar zeggen. En op die manier hebben de Black Angels dan Belgian Bowl 28 gewonnen. En hij plant de vlag van de Black Angels hier in Sint-Niklaas. This is our turf. De Brussel Black Angels, Belgisch kampioen, winnaars van Belgian Bowl 28. En Frans, dan begint nu het moeilijkste. Volgend seizoen die titel verdedigen natuurlijk. Ja. Jij spreekt ook met ervaring wat dat betreft. Natuurlijk, want de verwachtingen zullen hoog zijn. Je hebt gezien, de offense, daar klikt het niet altijd zo goed bij de Angels. Dus daar zullen ze zeker moeten aan werken. Maar ze kunnen zeker buigen op een stevige defense. En ja, de Belgian Cup zit weer aan de Vlaamse kant dit jaar. Ja. Net zoals vorig jaar trouwens. Hè? Ja. De Vlaams kampioen toont zich weer sterker dan de Waals kampioen. En voor de Tigers, tweede nederlaag op rij in een Belgian Bowl nadat ze de twee daarvoor gewonnen hebben. En vieren natuurlijk bij de Black Angels. Zij mogen zich een jaar lang Belgisch kampioen noemen. Nu ook het grootste team. Ze hebben ook continu kunnen wisselen natuurlijk. En hier krijgen we nog eens die beslissende touchdown te zien. Francis Nieuwfong volgt zijn center Dupont. Dan het duwtje in de rug van de Kaluwe. Niet overbodig veel, gewoon net genoeg. En dat mag. En op die manier valt hij in de eindzone. En Rudy Mwamba die weet het. Zo komen we op voorsprong. En dan het extra punt dat nog bijna de mist in ging door de slechte spot eigenlijk van de holder. Maar Gotichal. Het ijswater in de aderen trappen die bal dan toch tussen de palen door. Waardoor het opnieuw 5 punten voorsprong werd. Nu 4 waren ook genoeg geweest natuurlijk. Ja. Een field goal was nooit voldoende voor de Tigers. Wat is leuk om te zien als de twee beste teams in het land tegen elkaar in de finale komen. En dat ze er dan zo'n spannende wedstrijd van maken. Als ze de film zullen bekijken, zullen ze beide zien van we hebben af en toe iets laten liggen. Penalties, special teams, hier en daar wat foutjes gemaakt. Maar kijk, dan zie je uiteindelijk degene die dan het kalmst blijft op het einde, die winnen. Een verdiende kampioen? Ik vind het wel. Je hebt gezien hoe moeilijk ze hebben gehad in de halve finale. We dachten dat ze dan met de hakken over de sloot gingen, maar vandaag hebben ze echt wel getoond dat ze bleven ook kalm. Ja. En ik vind de hitcoach die dan de beslissing neemt om de jonge quarterback te vervangen, wel, ik moet zeggen, dat is goed uitgewerkt. Oké. En het was dus een dubbeltje op zijn kant. Zoals we gezegd hadden, de teams waren aan elkaar gewaagd. En hebben er een fantastische wedstrijd van gemaakt voor de eerste Belgian Bowl ooit die integraal op televisie uitgezonden werd. Ik bedank jullie alvast voor jullie aandacht. Misschien nog even zeggen dat jullie morgen maandag naar NFL-wedstrijden kunnen kijken op Sporting Telenet. En dan dinsdag nog eens met een herhaling van de Super Bowl. En anders geven we elkaar hopelijk afspraak in september voor een nieuw NFL-seizoen. Maar in elk geval bedankt aan baconline.be om het mogelijk te maken om deze Belgian Bowl op televisie te brengen. En ook bedankt aan Arendshoog voor de productie van deze spetterende Belgian Bowl 28. Ik wens je nog een prettige avond en tot binnenkort voor hopelijk meer American Football.